Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij de raadsvergadering van de gemeente Ommen van donderdag 20 april 2017. Ik wens de leden van de gemeenteraad van het college hartelijk welkom. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor alle belangstellenden aanwezigen op de publieke tribune. En voor de kijkers thuis hoop ik ook dat u een goede vergadering met ons gaat beleven. We hebben een mooie agenda voor vanavond. Dat zou zomaar tot 11 uur kunnen duren. Maar het zou ook rond 9 uur klaar kunnen zijn. Ik begrijp net van wethouder Schelen dat er dan een voetbalwedstrijd gepland is. Voor de liefhebbers van ofwel Ajax ofwel Feyenoord. U kunt alle kanten op. Maar dat is geen streven. Wij gaan gewoon de tijd nemen die er nodig is om alles goed te bespreken. Een deel van de vergadering zal door de heer Van der Mooren worden voorgezet als plaatsvangend voorzitter. Omdat ik portefeuillehouder ben bij het inkoopbeleid. En de reguliere plaatsvangend voorzitter namens zijn fractie het woord zal voeren. En dan heeft u daar in ieder geval ook kennis van. Ik heb afwezigen voor vandaag. Dat geldt voor mevrouw Bakelaar namens de CDA-fractie. En de overige leden van de raad zijn aanwezig. Dat gezegd hebbende zou ik graag willen kijken of wij de agenda voor vandaag vast kunnen stellen. Is dat het geval? Aldus heeft u besloten. En dat besluit valt zo snel dat mijn notitieblok weer is uitgevallen. Het blijft een vraagstuk van grote orde. Dan kom ik bij het vragenhalf uur. En de fractie van de LPO, de heer Remmers, heeft zich aangediend als steller van één vraag. Met betrekking tot recreatiewoning en de besluitvorming of de uitspraak daaromtrent vanuit Provinciale Staten van Overijssel. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Klopt. En om de vergadering wat langer te maken, niet één vraag, maar zelfs vijf vragen. Voorzitter, de LPO wil graag een aantal vragen stellen over het besluit van de Provinciale Staten over de verruiming wat betreft de bevoegdheid, wijziging, bestemming, recreatiewoningen door gemeenten. Ter introductie van deze vraag graag het volgende. Deze maand hebben de Provinciale Staten besloten tot bovengenoemde verruiming, mits er aan een aantal criteria voldaan wordt. In de ogen van de LPO biedt dit besluit ruimte voor de gemeente om in bepaalde, schrijnende gevallen een uitzondering te maken op het verbod op permanente bewoning van recreatiewoningen. Nu zijn wij als fracties van de gemeenteraad op de hoogte gesteld van een schrijnend geval op residence Belmonde. Een zaak waarin de rechtbank deze maand uitspraak heeft gedaan. Daarin wordt de gemeente op basis van wet en regelgeving in het gelijk gesteld. En hieraan gekoppeld is een dwangsom die kan oplopen tot 15.000 euro. Deze uitspraak willen wij ook absoluut niet bestrijden. In de uitspraak echter geven alle partijen wel aan dat hier sprake is van een schrijnend geval. Zowel fysieke als psychische problemen en daarbij financiële problemen bij een mogelijk gedwongen verkoop. De gemeente heeft in dat kader tijdens de zitting ook verwezen naar het Samen Doen Team. Contacten hebben echter niet of nog niet geleid tot een plan van aanpak die leidde tot een oplossing. Tot verkoop overgaan met een flinke restschuld en een dakloos echtpaar met een forse fysieke en psychische problematiek, daar is ook niemand mee geholpen. Daarom heeft de LPO de volgende vijf vragen aan het college. Wat vindt het college van de uitspraak van de Provinciale Staten over de verruiming van de bevoegdheid tot het toestaan van permanente bewoning? Vraag 2. Welke beleidswijzigingen is het college van plan voor te stellen in het licht van deze verruiming? Vraag 3. Vindt het college ook dat er schrijnere gevallen kunnen zijn waarin handhaving mogelijkerwijs niet op zijn plaats is? Vraag 4. Is het college bereid om een gesprek aan te gaan met mensen die zich in een schrijnende positie bevinden om in samenwerking met het Samen Doen Team te komen tot een plan van aanpak dat kan leiden tot een oplossing? En tot slot vraag 5. Is het college bereid lopende dit plan van aanpak af te zien van uitzetting en dwangsom? Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Namens het college van BMW is wethouder Ter Keurs het portefeuille houden en hij zal de beantwoording voor zijn rekening nemen. Voorzitter, dank u wel. Voordat ik overga tot de beantwoording van de gestelde vragen, hecht ik eraan te stellen dat de gemeente Ommen in het geheel, dus op alle punten in het gelijk, is gesteld.
Wat vindt het college van de uitspraak van PS over de verruiming van de bevoegdheid toestaan tot permanente bewoning? Het lijkt eenvoudiger, voorzitter, dan dat het is. We hebben daar kennis van genomen. Hier dient de kanttekening bij geplaatst te worden. Want de verruiming moet in een juist perspectief worden gezien. Zoals verwoord in het amendement blijft de kern van het beleid met betrekking tot permanente bewoning ongewijzigd. Een recreatiewoning die als zodanig bestemd is, moet voor recreatief gebruik beschikbaar blijven. Het amendement wil iets meer ruimte bieden aan gemeenteraden om de bestemming te wijzigen voor situaties met objectgebonden rechten. Let wel, objectgebonden rechten. Dat betekent daar waar vaak al decennia lang permanent gewoond wordt. Welke beleidswijziging is het college van plan voor te stellen? Ook dat dient, ook dat vraagt om een nadere toelichting. Er zijn een tweetal onderzoeken gaande, voorzitter. In Vechtdalverband, waar wij als gemeente Ommen aan meewerken, wordt gekeken in hoeverre verblijfsrecreatie, zoals die nu is, nog aansluit op de vraag van de toerist, de diversiteit en de kwaliteit. Daarnaast is de provincie zelf van start gegaan, ook als trekker, maar ook wij participeren daarin als gemeente Ommen, met een traject om de problematiek omtrent recreatiewoningen en parken helder te krijgen. Voor deze onderzoeken vormen de volgende bouwstenen belangrijke onderwerpen. Volkshuisvesting, sociaal domein, ruimtelijke ordening en een beperkte verruiming zoals die door PS is vastgesteld. Vindt het college dat er schrijnende gevallen kunnen zijn waarin handhaving mogelijkwijs niet op zijn plaats is? Ja, maar ook hiervan valt een kanttekening te plaatsen. Namelijk dat het beleid zoals het nu nog geldt hiervoor slechts beperkt ruimte biedt en vanwege precedentwerking hier zeer terughoudend mee wordt omgegaan. Is het college bereid hier in principe ruimte voor te bieden? Ja, wanneer er sprake is van een schrijnend geval, wordt in overleg gekeken wat mogelijk is en waar een maatwerkoplossing van toepassing zou zijn. Ik wil hier de kanttekeningen bij plaatsen. Bij het geval waar de LPO aan refereert, is al in de eerste termijn een ontheffing verleend voor de duur van 5 jaren met een opdracht. Maar die opdracht is door de betrokkenen niets gedaan. Vervolgens is nog een jaartermijn gegeven met een begunstigingstermijn van nog een jaar. Dus voordat een en ander geëffectueerd wordt, zijn 7 jaren verstreken. En ook naar het oordeel van zowel de commissie van bezwaar en beroep als de rechtbank was deze 7 jaren voldoende lang als termijn. Voorzitter, door de advocaat van betrokkenen is aangegeven dat hoger beroep zal worden aangetekend. Nu wij ervan uitgaan dat hoger beroep loopt, wordt de begunstigingstermijn verlengd tot na de uitspraak van de Raad van State. Daar zou ik het bij willen laten. Dank u wel. Levert dit aanvullende vragen op vanuit de fractie van de LPO of andere fracties? De heer Remmers. Als het van hier mag. Ik denk dat er geen woord onwaar is van wat de wethouder heeft gezegd. Dat even vooropgesteld, dus daar sluiten we ons keurig bij aan. Het enige wat ik nog even mis, en misschien doet hij dat onder het verloop van het hoger beroep, maar mijn laatste vraag is volgens mij niet beantwoord. Van als op het moment dat er een plan van aanpak komt, of dat inderdaad tot opschorting van zowel, even kijken, hoe had ik het geformuleerd, de boetestelling dwangsom tot uitstel kan leiden. Andere aanvullende vragen, anders ga ik naar wethouder Ter Keurst. Wethouder Ter Keurst. Voorzitter, hangend hoger beroep wordt de begunstigingstermijn opgeschort en na de uitkomst van hoger beroep zullen we bepalen hoe we verder gaan. D'accord. Dan hebben we dit punt besproken en dan kom ik bij. Ja, het is echt fantastisch. Ja. Ik kom bij de besluitlijst, dus misschien goed, daar is geen mededeling over gekomen, dus kunnen we het op deze manier vaststellen. Al dus besloten. Dan de ingekomen stukken en voorstellen naar aanleiding van de ingekomen stukken. Daar is het misschien goed dat ik een opmerking maak. De aantal van u is dat mogelijkerwijs ook al opgevallen. Er staat bij nummer 2 en bij nummer 5, dat betreft de nummer 4, ja sorry, de programmabegroting Veiligheidsregio IJsseland en programmabegroting van de GGD IJsseland, dat het om collegebevoegdheden zou gaan. Dat is niet zo. Dat is uw bevoegdheid. Dus we stellen wel zwaar voor om het ter afdoening in handen te stellen van het college, omdat er geen zienswijzen zijn.
Maar dat moet ik wel even correct formuleren. Dus geldt voor die twee stukken hetzelfde als voor het jaarverslag en jaarrekening van de GGD. Ja. Oogstopmerkingen. Al dus besloten. Dan kom ik bij de mededeling vanuit het college. Ik weet dat wethouder Schelen in ieder geval een opmerking heeft en wethouder Terkuurster. Wethouder Schelen. Nou, het beeld is vaag. Als het beleid maar helder is. Zal ik nog... Kijk! Komt... Ja. Ik weet niet of de samenleving nu een protest heeft. Goed. Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat ik even een mededeling doe over het gesprek wat wij met de accountant hebben gehad. Want ik denk dat dat van belang is voor het onderwerp inkoop, zoals we dat straks zullen hebben. Het is namelijk zo dat de accountant een voorlopig oordeel heeft gegeven over de rechtmatigheid van de jaarrekening. En het is zo dat de accountant heeft gesteld dat de jaarrekening zowel getrouw als rechtmatig is. Dat is wel onder het voorbehoud van het sociaal domein. U snapt dat, want de BVO-gegevens, de regionale gegevens, zijn nog niet binnen. Dat geldt ook voor de sociale verzekeringsbank. Dus een formeel voorbehoud moet gemaakt worden door de accountant. Maar dat betekent dus dat op het punt van de inkoop er geen sprake meer is, in tegenstelling tot vorig jaar, van een eventuele beperking. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Wethouder Terkuurst. Voorzitter, dank u wel. Waarschijnlijk hebt u het al gelezen op de digitale krant, de Stentor. Het gaat over de N36. Op het moment dat het bericht in mijn mailbox kwam, heb ik de griffier gevraagd hoe krijg ik het zo snel mogelijk bij de raad. En een half uurtje later zei ik laat maar, want het staat al digitaal op de Stentor. De N36 wordt in 2018 aangepakt. En ook het wegvak waar onze gemeente mee te maken heeft, van Almelo Noord tot aan Marienberg, wordt verbreed bij de wegwerkzaamheden. En voorzien van een, hoe noemen ze dat, ribbelmarkering. En zoals gezegd, in het programma Meer Veilig wordt het onderhoud gestart in 2018. Dank u wel. Dan lijkt het erop dat wij bij de vaststelling van de verkeersvisie geraken. Agenda punt 6, duurzaam bereikbaar. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat alle fracties daarover het woord wensen te voeren. Dat is zo en de VVD begint... Wat mij ingefluisterd en ik doe alles wat de griffier zegt. Het lijkt erop dat mevrouw Schunselaar de woordvoering gaat doen. Kijk eens aan. Ja, misschien is het goed om te zeggen, omdat mevrouw Schunselaar een abonnement heeft aangekondigd, dat de reden is dat ze mag beginnen. Misschien. Oh, kijk, ja, dan moet ik misschien maar weer even terug. Moet ik misschien even terug? Nee, dat. Hè? Goed, voorzitter. Zoals in het stuk staat, moet de verkeersvisie de kapstok zijn voor de uitvoering van een groot aantal verkeerskundige projecten tot het jaar 2030. En zoals het zo vaak gebeurt met de kapstok, je hangt er iets aan en je neemt er wel eens iets van af. En in de uitvoering, daar komen we later op terug, zal ook blijken wat er dan bij kan komen, ook op termijn, en wat er vanaf moet. En door allerlei omstandigheden zou dat kunnen gebeuren. Maar we hebben nu eerst te maken met de kapstok, de verkeersvisie. In feite kunnen we eigenlijk kort zijn. We kunnen ons hierin vinden. Namelijk de bereikbaarheid van het centrum van Ommen voor vele vormen van vervoer, die blijft gewaarborgd. Niet voor alles en niet voor iedereen voor 100%. Dat is op zich ook geen probleem. Belangrijk is wel dat we het centrum niet op slot doen. Ik ga even uit van het gewijzigde raadvoorstel. En dat staat in dat gelet op de discussie en de commissievergadering, de doortrekking van de Dantenweg naar de Balkenweg voor het autoverkeer uit het voorstel geschrapt is. En dat is een feit. En dit gewijzigd raadvoorstel moet natuurlijk vanavond nog wel worden vastgesteld, maar wij durven wel op de situatie vooruit te lopen en ervan uit te gaan dat dit zo vastgesteld zal worden. Belangrijk wel is om te zeggen dat als het aan de VVD had gelegen, was het onderzoek, met name het onderzoek dan, naar de doortrekking van de Dantenweg naar de Balkenweg niet geschrapt, maar we leggen ons hierbij neer.
Wij begrijpen ook wel dat het heel veel geld kost. En gelet op datgene wat in de commissievergadering gesteld is door de verschillende fracties, zijn wij realistisch genoeg om het te begrijpen. Maar we hebben toch nog wel een punt. De verwachting is dat door deze verandering in het oorspronkelijke raadsvoorstel, dus het schrappen van de doorgetrokken Danteweg, de verkeersdrukte bij de Chevalerostraat en de Schuurdingstraat toe zal nemen. En waarschijnlijk zullen hierdoor grootschalige aanpassingen in de vorm van vrijliggende fietspaden in de nabije toekomst noodzakelijk zijn. En de geplande afwaardering van de vastende dijk zou moeilijker gaan, omdat meer autoverkeer gebruik zal gaan maken van de vastende dijk in plaats van de Balkenweg. Wij verwachten dan ook dat dit de nodige kosten met zich mee zal brengen. En dan hebben we ook nog de aanpassing op de hoeken, de Kievitstraat, Chevalerostraat en de Danteweg. Dat zou in het oorspronkelijk plan worden meegenomen, maar dat zal misschien nu ook wel veranderen. Maar dit alles wachten we af, want zoals ik al eerder gezegd heb, straks komt het uitvoeringsprogramma. Wel durven wij nu al bijna te stellen dat het financieel plaatje wel eens anders zou kunnen zijn. En zoals de VVD-fractie het heeft begrepen, dat benadruk ik nog even, gaat het wel op die doortrekking over het autoverkeer, niet het fietsverkeer. En het fietsverkeer is dan wat ons betreft ook niet het punt. Ik sprak al eerder over een kapstokje, er komt iets bij, er gaat iets vanaf. Maar wel binnen, we blijven binnen de mogelijkheden van de kapstok. Over dat laatste, dus dat schrappen van de doortrekking van de Danteweg en de resultaat daarvan, zou ik toch graag van de wethouder nog een reactie willen hebben. En mogelijk, voorzitter, mogelijk komen we dan met een amendement. Fietsen in het centrum toestaan is op zich prima. Maar bij de verdere uitwerking verzoeken wij wel om graag zorgvuldig te kijken waar het kan en waar het absoluut niet kan. En de kennis en de kunde van het OOG en de SPO zou ik daarvoor nadrukkelijk willen inzetten. Dus niet alleen kijken waar het parkeren van fietsen gefaciliteerd moet worden, zoals in het stuk staat, maar ook waar het absoluut niet en waar het best zou kunnen. Waar het best gefietst zou kunnen worden. En het doel hiervan is het centrum toegankelijk te maken en te houden voor iedereen. We hoorden net al iets over de N36. Ik wil dat nog eventjes toch aanhalen. We hebben dat ook in de commissievergadering al naar voren gebracht. We zijn ook heel benieuwd naar de mogelijkheden om Ommen-Oost te ontsluiten via de N36. En nogmaals, het is een visiedocument, maar we wachten de voorstellen en de mogelijkheden hieromtrent af. En we worden daarvan graag op de hoogte gehouden. Voorzitter, hier wil ik het in eerste termijn bij laten. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Schunselaar. Dus goed dat u nog even wijst op het feit dat we inderdaad spreken over een gewijzigd raadsvoorstel. Dat heeft vooral te maken met de knip tussen het beleid- en visiedeel en het uitvoeringsprogramma. In de commissie is daar inderdaad zo over gesproken en is die vraag ook gesteld. Dus dat heeft u ook voorliggend. En het voorstel is inderdaad ook gewijzigd in die zin dat u nog voorgesteld kreeg in de commissie om een afweging te maken in wel of niet een onderzoek doortrekken dan te weg. En dat is nu inderdaad het voorstel om dat niet te doen, gehoord de discussie in de commissie. Dus dat is inderdaad voor de toehoorders thuis ook wel goed om nog even expliciet te vermelden. De heer Moerman heeft namens de Partij van de Arbeid fractie 1 motie aangekondigd. Dus die geef ik graag als tweede het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Verkeersvisie. En als kop heeft het dan duurzaam bereikbaar. Nou, dat kan onze instemming rekenen. Dan gaat het in eerste instantie in de verkeersvisie zelf gaat over rijksniveau, provinciaal niveau, gemeentelijk niveau. Provinciaal niveau is dan aangestipt wat betreft de N36, aanpassing van een kruispunt Hessenweg West. Waarom er wel of al dan niet over gaat, om er gaat er niet over, de provincie gaat er over. De Partij van de Arbeid heeft in de provincie ook al gepleit voor aanpassing van een kruispunt en zal er ook blijven doen. Voorzitter, de zogenaamde trias mobilica, zoals in de verkeersvisie staat, waar ik toch steeds persoonlijk de trias politica lees, maar goed, dat zal wel aan mij liggen.
gaat over duurzaamheid. Het in 2016 aangenomen koersdocument openbaar vervoer gaat onder andere over een duidelijke vervoersverbinding van de spoorwegverbinding onder Zwolle. Nou, er gaat in de spits bijna elk kwartier een trein, dan heb je het bijna over metroverbinding. Meter kan haast niet, getuigen ook wel de populariteit van de spitstreinen. Het koersdocument fiets gaat onder andere over doorontwikkeling van het regionale fietsnetwerk. En daarbij ook de plannen voor de fietssnelweg tussen Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle. De term is enigszins misleidend, want in de ideale fietssnelweg heb je het over een volledig vrijliggend fietspad. En dat zal helaas niet kunnen, maar wel zoveel mogelijk. Dus wat ons betreft een goede zaak om aansluit bij de plannenontwikkeling van deze fietssnelweg. De plannen van de middellange termijn die omhelzen onder andere een aparte fietsbrug over de Vecht. Uitstekend plan. Soms heb je, iemand zei wel eens van had ik het maar bedacht? Nee, ik wou dat ik het bedacht had. Uitstekend plan. Je haalt inderdaad een veel fietsstromer vanuit de Vechtbrug weg. Ik zou zeggen de inhouden. Voorzitter, dan gaat het nog inderdaad over fietsen in het centrum. De reden die aangegeven worden kunnen wij inderdaad beamen. Het oog, het overlegorgaan, het oog heeft ook al aangegeven aandacht voor minderfliede en scootmobielen. Duidelijk staat er in de fiets is de gast. Dat klopt. Maar dan zul je dat wel op een of andere manier moeten handhaven. De vraag is dan hoe je dat doet. Voorzitter, de verkeersvisie die gaat in grote lijnen over de duurzaamheid en stimulering van het fietsverkeer. Met daarbij aandacht voor het zo veilig mogelijk maken van kruispunten. Vooral ten aanzien van kwetsbare verkeersdeelnemers. Zoals te zijn de fietsers en de voetgangers. Om die reden hebben wij namelijk ook gemeend een motie op te stellen voor aanpak van de kruispunt Schevel-Roodstraat, Kievitstraat en Danteweg. Dit is al meerdere keren op de raadsagenda gezet, geamendeerd en er weer uitgehaald. Wat ons betreft heeft dit een grote prioriteit. Vandaar dat wij ook nu deze motie indienen. Dan wil ik overgaan tot het voorlezen van de motie. Ingediend door haar Moerman 20 april 2017, de Raad van Ommen overweegt dat uit diverse onderzoeken, van onder meer het SWOF, wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid, blijkt dat op de kruispunten waar verschillende verkeersstromen elkaar ontmoeten er sprake is van een gevaarlijke situatie. Voor een veilig wegverkeer ontmoetingen tussen verkeersdeelnemers met sterke verschillen in snelheid en of massa moeten worden uitgesloten. Is van mening dat het huidige kruispunt Schevel-Roodstraat, Kievitstraat, Danteweg als onveilig wordt ervaren. Door de definitieve locatiekeuze voor de bouw van het Kindplein West en de uitbreiding van de sporthal, dit zorgt voor meer fiets- en voetgangersverkeer op het desbetreffende kruispunt. Deze situatie door urgentie voor de aanpak van dit kruispunt vergroot. En tenslotte constateert dat in de raadsvergadering van 17-11-2016 bij het onderwerp nieuwbouw sporthal bij de carousel een bedrag gereserveerd was voor aanpak van genoemd kruispunt. Maar dat dit via het abonnement dit uit het raadsbesluit is geschrapt. Met het schrappen van de doortrekking van de Danteweg uit de verkeersvisie, het kruispunt niet meer als rotonde wordt uitgevoerd en vooralsnog in een huidige vorm blijft bestaan. In het concertuitvoeringsprogramma voor het verkeersplein West, Kindplein West en Sporthal, financiële middelen zijn geraamd voor het verbeteren van dit kruispunt. En draagt de college op om eind 2017 te komen met een voorstel voor aanpak van het kruispunt Schevel-Roodstraat, Kievitstraat, Danteweg. Vooral ten aanzien van het verhogen van de verkeersveiligheid voor het fiets- en voetgangersverkeer. Het verkeersplan Kindplein West en Sporthal met prioriteit op te nemen in het nog op te stellen uitvoeringsprogramma voor deze verkeersvisie. Waarbij gericht wordt op realisatie in 2019 en de kosten van de aanpassingen mee te nemen in de kadernota 2018. En het gaat over tot de orde van de dag. Getekend H. Boerman, Partij van de Arbeid. Voorzitter, dit was het zover. Dank u wel. Dan is de motie ordentelijk ingediend en zal die onderdeel uitmaken van de beraadslagingen. Dank u wel. Nog even getekend worden. Dat is ook in orde. Dan ga ik naar de fractie van D66. De heer De Vries Robles. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, laten wij met nadruk vaststellen dat wij hier een visie vaststellen en dat die visie ook met name voor de langere termijn bedoeld is. En dat die eigenlijk, als je in de kern kijkt naar wat voor principes je dan zou moeten huldigen, eigenlijk nog voor een veel langere termijn bedoeld zou moeten zijn dan alleen 2030, 2040.
Feitelijk gaat het erom de bestemming die wij willen geven aan onze gemeente, aan de verkeersmodaliteiten. En het zal iedereen, het verheugt de fractie van D66 net zoals de andere fracties, dat wij de bereikbaarheid van de gemeente en met name ook de goede relaties tussen het buitengebied en de kern, dat die goed in het voorstel zitten en dat wij daar de modaliteit van de verkeerskeuze die daarin zit, feitelijk de modaliteit gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer en lopend of wandelend verkeer, dat die op ons draagvlak kan bogen. Maar wij zijn ook van mening dat je eigenlijk voor de kern van Ommen de modaliteit anders zou moeten leggen. Eigenlijk zou je moeten vaststellen dat in de kern van Ommen, en dan gaat het eigenlijk om de leefbaarheid, maar ook om het gebruik van wat we dan zo mooi shared space noemen. Maar shared space is natuurlijk een term die duidt op het feit dat je daar andere dingen doet dan je op een normaal wegvak doet. Zijn wij eigenlijk van mening dat je de modaliteit voor de kern van Ommen zou moeten omdraaien, of in ieder geval de prioriteiten anders moeten leggen. Dat betekent dat de modaliteit voor het centrum zou moeten zijn dat je prioriteit geeft aan voetgangers en fietsersverkeer en dat de auto daar dus ten principale te gast is. We willen niet de kern onbereikbaar maken voor autoverkeer, daar gaat het zeker niet om. Maar je zou voorzieningen moeten hebben die voldoende parkeerruimte geven. En voor de bereikbaarheid van enige plekken in de stad moet je natuurlijk het gemotoriseerd verkeer toelaten. Maar het zou zo moeten zijn dat dat gemotoriseerd verkeer zich realiseert dat ze daar te gast zijn en dat voetgangers en fietsers ten alle tijde voorrang hebben. Ik wil in dat verband wijzen naar ontwikkelingen die je op dit moment in een aantal grote Nederlandse binnensteden ziet. En dan wil ik niet de kern van Ommen vergelijken met de binnenstad van grote steden. Maar het is wel zo dat de kern van Ommen in principe ook een historische kern is. En dus in een tijd gebouwd is dat er nog geen gemotoriseerd verkeer was. En in die zin is de kern wel degelijk vergelijkbaar met de andere grote binnensteden. Wij zien in grote binnensteden op dit moment dat het gemotoriseerd verkeer niet geweerd wordt. Maar dat je wel ziet dat het wegbeeld aangepast wordt. Je ziet de autorijbaan versmald worden en je ziet de fietspaden en de wandelpaden verbreed worden. Het mooiste voorbeeld vind ik zelf op dit moment een aantal singels in de stad Utrecht, waarbij je ziet dat het verkeer niet tegengehouden wordt, maar dat er wel in plaats van twee rijstroken maar één rijstrook voor het gemotoriseerd verkeer beschikbaar is en dat die voor beide rijrichtingen bedoeld is. En dat leidt onmiddellijk tot aanpassing van het gedrag van het gemotoriseerd verkeer. Omdat het gemotoriseerd verkeer duidelijk aan het wegbeeld kan zien, ja, verdorie, hier heb ik niet voorrang, maar hier ben ik te gast. En het zou onze fractie een belangrijk veel waard zijn als wij in het centrum van Ommen een aantal van dat soort situaties ook kunnen scheppen. Dat betekent dat we dus aan voetgangers en fietsverkeer prioriteit verlenen, dat het gemotoriseerd verkeer te gast is en dat ze zich moeten realiseren dat ze wel toegang hebben, maar dat ze zich ook als gast horen te gedragen. Wij zijn voornemens om een amendement van die strekking in te dienen, maar omdat wij ook wel snappen dat het een ingreep is in het huidige visiestuk, zou ik willen verzoeken om tussen de eerste en tweede termijn van beantwoording van vragen rondom de verkeersvisie een korte schorsing te kunnen hebben om nog met een aantal collega-raadsfracties daar over de bewoording van het voorstel te kunnen overleggen. En dan wil ik sluiten met de opmerking dat wij blij zijn dat nu de visie en het uitvoeringsplan, zal maar zeggen, los van elkaar staan. Want feitelijk stellen we hier een visie voor de langere termijn vast. Het uitvoeringsplan ging slechts over 3 jaar. En ja, wij denken dat je toch eerst over de principes het eens moet zijn met elkaar van wat wil je nou? En dat je vervolgens gaat nadenken over, ook gezien onze portemonnee, wat kunnen we dan op de korte termijn haalbaar maken? Dank. Dank u wel, inclusief het ordevoorstel, wat we natuurlijk zo dadelijk gewoon zullen doen. Dan ga ik naar de fractie van de LPO. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, de volgorde blijft verrassend, dus vandaar dat ik er even niet op berekend was. De LPO-fractie is in ieder geval blij met het feit dat de visie en de uitvoering op dit moment uit elkaar getrokken zijn en niet meer als één stuk. Verkeersvisie is wat de LPO betreft toch echt de bekende stip aan de horizon die we de komende jaren zo dicht mogelijk willen benaderen. En daarin passen wat ons betreft ook zaken die moeilijk te realiseren zullen zijn, maar wel het nastreven waard zijn. Rekening houdend met nieuwe mogelijkheden op het gebied van transport en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van huisvesting. Wat dat betreft, en we kunnen ontkomen er niet aan en we zullen hem ook blijven herhalen waarschijnlijk, de bekende Hessel-Mulenbrug. Als toeristische gemeente moeten we een fietsvriendelijk stadje zijn.
Al eerder heeft de LPO aangegeven naast wandelgemeente ook graag verkozen te worden tot fietsgemeente van Nederland. We hopen dat de voorgestelde aanpassingen daaraan zullen bijdragen. De aansluiting van de N36. Ook daarvan is de LPO groot voorstander. We zijn blij dat de wethouder heeft aangegeven zich hier sterk voor te willen maken. En het is wat ons betreft een grote investering, maar in onze ogen meer dan het geld waard. De Vechtkade, ook wel genoemd de huiskamer van Ommen. Laten we hem dan ook inrichten als huiskamer. Ik wil niet zoveel auto's door mijn huiskamer hebben. In onze visie blijft shared space dan ook het uitgangspunt. Totale afsluiting past daar niet in. Wel dat de auto te gast is bij voetgangers en fietsers en niet andersom. Laten we in goed overleg met alle betrokken partijen onnodig gebruik door automobilisten ontmoedigen. De LPO vindt het daarom wel teleurstellend dat het niet gelukt is om de bewegwijzering, waar we raadsbreed al lange tijd om vragen, niet voor het toeristenseizoen gerealiseerd kunnen krijgen. In de commissie heb ik al aandacht gevraagd voor de ingang van het sportpark. Als het dan al niet in de verkeersvisie past, dan hoop ik in ieder geval dat in juni terug te vinden in het uitvoeringsplan. De aanpassing van de N36, zoals vanavond al even meegedeeld, die nu wordt voorgesteld door Rijkswaterstaat, voorziet niet in een ongelijkvloerse kruising bij Beerzen. Is die stip nu van de horizon verdwenen? Tot slot over ongelijkvloerse kruisingen gesproken. Er is veel gesproken al over Varssen en over de Hessenweg West. En de veiligheid daar. Los van wat precies de uitkomsten zullen zijn van de beïnvloeding van gedeputeerde staten, door ons allen, zoals afgesproken, lijkt het de LPO in ieder geval belangrijk om gezamenlijk het belang vast te leggen van die optimale veiligheid en het streven om deze voor 200% te realiseren. Wat de LPO betreft is dat inclusief de ongelijkvloerse kruising. Maar mocht dat niet realistisch zijn, dan zien we graag een oplossing die even veilig is. Tot zover eerste termijn. Dank u wel. Dan houden we de verrassing maar even vast. Dan ga ik naar de fractie van de VOV. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst, want als ik het goed heb, voorzitter, en dan wil ik toch nog even u aankijken, is dit uw laatste voorzitterschap van de raadsvergadering hier in Ommen. Is dat correct? Dat is helemaal correct, maar nu gaat u toch niet iets vervelend. Van waar de angst? Nou, ik herinner me de eerste vergadering hier, toen liep u weg. Dus, maar dat heeft er wel toe geresulteerd dat wij de dag erna gezellig een kopje koffie bij Tante Post gedronken hebben. Absoluut. En daar ook wel een beetje de kou uit de lucht gehaald hebben. Volgens mij had u ook wel alle begrip ervoor dat wij samen met de LPO volgens mij toen de vergadering verlieten. En nou ja, wellicht kunt u daar nog eens goed over nadenken en ook het vervolg daarop. En hoe wij hier met elkaar samengewerkt hebben vanaf die tijd. Dus dat was alleen hetgene wat ik even aan u kwijt wil. En ik hoop dat we ook de laatste vergadering een rustige vergadering houden. En daar vertrouw ik op. Ik hoor dat meneer Leuwik nog iets wil toevoegen. Dat hangt er helemaal vanaf. Ik ben wel van plan om naar huis te gaan, want ik heb nog een afspraak met mijn vrouw vanavond. Maar hoe laat het is, laat ik er nu over. Dankjewel. Stel voor dat de heer De Jonge zijn verhaal verder zet. Want... Zullen we het over de verkeersvisie gaan hebben, voorzitter? Want... Ja goed, de verkeersvisie. Eigenlijk zijn wij een beetje teleurgesteld dat het uitvoeringsprogramma dat geparkeerd is. Want als je het stuk goed leest, dan wordt er een herhaaldelijk gememoreerd naar de betrokkenheid van de burgers, de burgerparticipatie en alles daaromheen. En als ik goed gehoord heb, voorzitter, en dat doet mij een beetje verdriet eigenlijk, en ik hoop dat de wethouder daar uitleg over kan geven hoe het proces gelopen is. Als je de inspraakreacties hoort, en dat heeft ook geleid dat het programma teruggetrokken is, is niet iedereen even tevreden over dat participatietraject wat gelopen is. En als je ook naar het stuk kijkt van de inspraakreacties, dan zie je dat een aantal dingen die aangegeven zijn door de burgers, dat die in kleine fases is meegenomen en de rest geparkeerd is. En wij vragen ons af of er zeg maar, bij die inspraakreacties, maar ook bij de betrokkenheid van de burgers, helder is aangegeven van welke kaders er waren wat betreft de inbreng.
Voorzitter, wij zijn ook, want we hebben de briefwisseling gevolgd tussen het OOG en de ambtenaren, dan wel het college. En ik heb vanmiddag een antwoordreactie gezien vanuit de ambtelijke organisatie. Ik zou toch graag van de wethouder willen horen van op welke wijze het OOG betrokken is geweest, nog steeds betrokken gaat worden. Hè. Daar, het gaat over bijvoorbeeld het fietsen in het centrum, maar ook de plaatsing van het mooie hek bij de nieuwe apotheek. Want volgens mij ga je daar met een rolstoel niet doorheen passen. Dus ik wil graag weten van op welke wijze het OOG betrokken is en wat er met hun inbreng gebeurd is. Ja, voorzitter, en wij zijn zeer in afwachting van het nieuwe uitvoeringsprogramma. Want wij zijn van mening dat we daar de echte stappen kunnen maken en ook de korte termijn stappen. En als het gaat om korte termijn stappen, voorzitter, dan zou ik graag van het college willen horen. Ik heb een aantal schriftelijke vragen vooraf al in uw richting gestuurd. En ik heb ook net heel snel de beantwoording gelezen. Maar die zijn voor mij toch wel een beetje onvoldoende. En daar waar het gaat, met name gaat over de korte termijn actie, maatregelen, markt, Vassenstraat, Julianenstraat, Schuringstraat. Want wij zouden graag, en we hebben het ook al in eerder fase in de commissievergadering aangegeven, willen zien dat er op korte termijn, voor het zomerseizoen begint, dat er maatregelen genomen worden. Ik heb in de reactie van het college gezien dat het vrij lastig te handhaven is, daar wat gaat om vrachtverkeer en het gebruik van landbouwverkeer. Maar ik zou toch graag van het college willen horen van op welke wijze ze dat willen oplossen op korte termijn. Ja, voorzitter, in de commissievergadering heeft de wethouder aangegeven dat er in het verleden te weinig of geen maatregelen zijn genomen, zodat er gehandhaafd kan worden. Ik zou graag van het college willen horen wat er gebeurd is met adviezen van de verkeersdeskundigen van de politie in deze. Want die hebben volgens mij, toen het traject in de vorige periode is opgestart, helder aangegeven welke maatregelen er genomen zouden moeten worden. En dan is de vervolgvraag, heb ik u ook volgens mij al schriftelijk gesteld, van welke maatregelen zijn er op dit moment nodig om te kunnen handhaven en wat kosten deze maatregelen? Zodat we een helder beeld kunnen krijgen bij de kadernota van of we daar gebruik van kunnen maken. Ja, voorzitter, het is ook al gememoreerd net de ongelijkvloerse kruising. In de commissievergadering heeft de portefeuillehouder, de wethouder, aangegeven dat we moeten zoeken naar cofinanciering. In de beantwoording die ik net vluchtig gelezen heb, zegt de wethouder van de cofinanciering is niet mogelijk, alleen een volledige 100% financiering. En ik zou toch aan het college willen vragen om te kijken van wat de mogelijkheden zijn tot de aanleg van een ongelijkvloerse kruising N34 en de Vassenerweg. Dit is, even kijken hoor, want een aantal dingen zijn er al. Ja, voorzitter, ik zou ook graag willen vragen of u wil kijken of die opwaardering van de koe voor de weg nog noodzakelijk is. In de commissievergadering heeft de portefeuillehouder aangegeven van dat die opgewaardeerd kan worden naar 70 kilometer, maar dat het pas ingaat voorbij de Oldenhagen. En in mijn optiek krijg je dan maar een heel klein stukje wat 70 kilometer gaat worden. En ik vraag me af of dat nog het gewenste effect is. Dus daar zou ik ook graag een antwoord op willen hebben. Zodat we misschien eens kunnen kijken van of de aanpassing kan plaatsvinden in de verkeersvisie. Nou, in ieder geval het schrappen van de Dantenweg, dat heeft onze voorkeur. Dus waarvoor dank. En als ik alvast mag beginnen met de motie van de Partij van de Arbeid, want ik heb daar, want wij staan er wel positief tegenover. Ik heb er wel een vraag over aan het college, want volgens mij is er toegezegd bij het Kindplein dat er gekeken zou worden om die plek Kievitstraat, Dantenweg, Chevrolet-Hoogstraat aan te passen. Want ik herinner me, voorzitter, vorig jaar voor de kadernota dat er een plan lag met een financieringsvoorstel om daar een rotonde aan te leggen en de verkeerssituatie aan te passen. Maar dat deze gemeenteraad unaniem ervoor heeft gekozen om dat te parkeren. En de reden daarvan was de toen financiële situatie van onze gemeente. En mocht het zo zijn dat dat plan alsnog weer te tafel kan komen, dat de financiële middelen gevonden kunnen worden, dan zien wij graag dat plan weer terug. Dus de vraag is, de toezeggingen die gedaan zijn bij Kindplein,
Zijn die voldoende? En zo nee, is deze motie dan nog nodig? En het tweede is van, kunnen we nog een nieuw plan verwachten wat betreft aanpassing Chevrolet-Rewestraat, wat aansluit bij het vorige plan dat u in 2016 gepresenteerd heeft? Dat was hier, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de ChristenUnie, de heer Wendt. Voorzitter, dank u wel. Ik hoop dat mijn stem het een beetje volhoudt vanavond. Voorzitter, voor ons ligt de verkeersvisie om in 2030. De titel van het stuk zegt het al. Deze visie heeft een horizon die meerdere raadsperiodes overstijgt. Dat is mede de reden waarom wij hebben gevraagd om het loskoppelen van visie en uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma kan namelijk gemakkelijk het zicht op die langere termijn vertroebelen. Dank dus voor die ontkoppeling. Het is ons als ChristenUnie uit de visie duidelijk geworden dat we de komende tijd wat te kiezen hebben. En dat is precies waar we zicht op wilden krijgen. Welke opties hebben we? Het is ons tevens duidelijk geworden dat de keuzes die gemaakt moeten worden niet als losstaande keuzes gezien kunnen worden. Er is veel onderlinge afhankelijkheid. Zo is de door de provincie te kiezen oplossing bij het knooppunt Varssen voor ons van belang bij wat we met de Varssende dijk gaan doen. En dat is op zijn beurt weer van belang bij de keuzes omtrent de Dantenweg. En zo haakt het allemaal op elkaar in. Daarom vinden wij het als ChristenUnie van belang dat we voorlopig de mogelijkheden die we hebben zoveel mogelijk open houden. Zodat we onszelf niet klem zetten mochten er in de nabije toekomst nieuwe en mogelijk onvoorziene ontwikkelingen zijn. We moeten voor ogen houden dat onze invloed op sommige vlakken maar beperkt is. Zoals bijvoorbeeld het provinciaal beleid of het keuzegedrag van verkeersdeelnemers. En voorzitter, tot slot, de ChristenUnie kan instemmen met deze visie. En wij concluderen in tegenstelling tot andere partijen dat het doortrekken van de Dantenweg op zich niet is geschrapt, maar slechts het onderzoek daarnaar. Kan de portefeuille aangeven of deze conclusie terecht is? En we willen ook alvast even reageren op de motie van de PvdA. Wij vinden hem een beetje prematuur, want wij zouden wat ons betreft beter passen bij het, als we het uitvoeringsprogramma gaan behandelen. En het zou misschien zelfs een plaats kunnen krijgen in die prioriteitenlijstjes die opgesteld gaan worden. Voorzitter, tot zover. Ik dank u en dan kom ik tenslotte bij de fractie van het CDA, de heer Dunnewind. Voorzitter. Voor ons ligt de verkeersvisie duurzaam bereikbaar. Een visie die bedoeld is om Ommen en niet te vergeten haar kernen en buitengebieden bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden. Een visie die na een lang traject tot stand is gekomen. Een traject waarbij diverse groepen inwoners betrokken zijn, waarvan de gegeven input meegenomen is in voorliggende visie. De CDA-fractie juicht deze werkwijze van harte toe. Voorzitter, en dan nu kort naar de inhoud van de visie. In de commissievergadering van 6 oktober vorig jaar hebben we aangegeven wat voor het CDA uitgangspunten zijn van de op te stellen verkeersvisie. We concluderen dat alle uitgangspunten terugkomen in deze visie. Zij het dat de een wat nadrukkelijker terugkomt dan de ander. Voorzitter, goed dat er aandacht is voor de verkeersveiligheid. Zeker daar waar het gaat in de nabijheid van scholen. Echter, er is meer. Bij de door ons ingediende uitgangspunten hebben we aandacht gevraagd voor de zwakke weggebruiker. Hierbij denken we aan kinderen, ouderen, voetgangers, fietsers, mensen met een beperking. Het CDA is van mening dat iedereen evenveel aanspraak moet kunnen maken op een veilig gebruik van de weg. En of het nu om maatregelen gaat ten behoeve van weggebruikers of het gaat om verstevigen van bermen in het buitengebied, de verkeersveiligheid zou wat het CDA betreft als een rode draad door de visie moeten lopen. In het document, in de visie, wordt zeker over veiligheid gesproken. En wel over de drie E's. In goed Nederlands, engineering, enforcement en education. Een punt van zorg is wat ons betreft de handhaving. Voorzitter, de portefeuillehouder geeft aan dat de politie niet op snelheid handhaaft.
op het moment dat een weg niet als zodanig is ingericht. Terwijl het RVV 1990 maximum snelheden bepaalt en het niet heeft over de inrichting van de weg. En de politie wettelijk belast is met de handhaving. Maar voorzitter, er is meer. Het negeren van verkeersborden heeft niets te maken hoe de weg is ingericht. Onlangs moest ik zelf even wachten bij de rotonde bij de Albert Heijn. In een korte tijdsbestek dat ik daar stond te wachten, passeren 3 vrachtauto's. Die reden de Schuringstraat in. Ondanks dat het gewoon niet mag, gebeurde het wel. En dat schijnt vaker te gebeuren. Het gedrag van weggebruikers vraagt naast kennis van de regels om repressieve aandacht. Kortom, het CDA pleit voor een strakkere handhaving. Graag horen we hierover een reactie van de wethouder. In het document wordt gesproken over bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Waar ligt de prioriteit als het erop aankomt? De wethouder geeft aan dat maatregelen dan getoetst worden aan de mobiliteitsladder. Maar voorzitter, is de mobiliteitsladder niet een instrument die thuis hoort in het uitvoeringsprogramma? Op welke minst ingrijpende manier kunnen we namelijk een maatregel inpassen zodat we het gewenste effect bereiken? Dus als onderdeel van het antwoord op de hoe-vraag, terwijl we in de visie op zoek zijn wat voor effect we willen bereiken. Wat het CDA betreft dient de verkeersveiligheid op de eerste plaats te komen, gevolgd door leefbaarheid en als laatste bereikbaarheid de doorstroming. Hoe denkt de wethouder hierover? Voorzitter, wat we lastig blijven vinden is hoe we dit document moeten lezen in relatie tot de genoemde uitvoeringsmaatregelen. Vorig jaar oktober en 6 april 2017, de laatste commissievergadering, hebben we gepleit om beleid en uitvoering uit elkaar te trekken. Het college heeft dit ook ingezien, vandaar dat we nu een aangepast voorstel voor ons hebben liggen en daar zijn we blij om. En als ik zo de bijdragers aanhoor van de overige fractie, dan heeft volgens mij niet iedereen dat helemaal begrepen. Echter worden we in dit document ook voorstel uitvoeringsmaatregelen genoemd, zoals de fietsbrug over de Vecht, de aansluiting N36, afwaarderen vast in de dijk. Als we instemmen met deze visie, voorzitter, betekent dit dan dat we ook instemmen met de voorbeelden die in de visie worden genoemd? Graag hierover een reactie van de wethouder. De naam van de visie, duurzaam bereikbaar, betekent dat we voor duurzaamheid kiezen. Ten aanzien van alle modaliteiten en dat we hier in het uitvoeringsprogramma dus ook rekening mee gaan houden. Er wordt niet echt een keus gemaakt tussen de auto of de fiets. Het CDA is van mening dat de al dan niet elektrische fiets het vervoermiddel van, naar en in de kern van Ommen dient te zijn. Terwijl de inwoners in de buitengebieden mogelijk meer aangewezen zullen zijn op de auto. Dus de CDA-fractie kiest voor de fiets, voetganger als belangrijkste modaliteit waarbij de auto te gast is. Voorzitter, graag hoor ik van de overige fracties hier aanwezig, een aantal hebben we het eigenlijk al gehoord, hoe zij hierin staan. Voor wat betreft fietsers toestaan in het centrum, het CDA is van mening dat dit zo niet onverkort gezegd kan worden. We willen daar nog nader over komen te spreken tijdens de vaststelling van het uitvoeringsprogramma. Los van bovenstaande vragen kan het CDA zich vinden in de voorgestelde beleidskeuzes zoals die in hoofdstuk 10 van de visie zijn weergegeven. En dit dan wel in combinatie met het voorliggende raadsvoorstel voor wat betreft het doortrekken van de Dantenweg. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kom ik bij wethouder Ter Keurs namens het college. Voorzitter, dank u wel. Voordat ik overga tot de beantwoording, denk ik dat het voor de toehoorder die niet weet van de mailwisseling tussen de heer Satter namens de OOG, de beleidsambtenaar en een aantal van u zijn daarin meegenomen. De ene keer wel, de andere keer niet. En uiteindelijk heeft Bram Hoving ervoor gezorgd dat iedereen de beantwoording alsnog, althans van de raadsleden, heeft ontvangen. In het stuk staat dat de OOG zou instemmen met fietsen in het centrum. Daar heeft op tweede paasdag de heer Satter, de beleidsambtenaar, over benaderd en mij in cc meegenomen, dat juist niet het geval is, dat zij een andere houding daarin hebben. Ik kon het in al die stukken die daar liggen, in zowel de eerste, tweede als in de laatste versie, niet herleiden, ook niet naar aanleiding van de matrix die u al hebt gehad met die 99 opmerkingen, et cetera, hoe daarmee omgegaan zou moeten worden. Ik kon het ook niet herleiden naar het OOC. Dat is iemand die als detailhandel-expert heeft ingesproken destijds naar aanleiding van de verkeersvisie namens de ondernemers om een centrum. Misschien zou daar de fout zitten. Toen heb ik gevraagd of men, want zij, de ambtenaren, hebben alle e-mails om erin te duiken. En bleek inderdaad dat een inwoner van onze gemeente, zowel het OOG als de SPO, platform Ouderen,
heeft benaderd of zij daarmee zouden kunnen instemmen. En in plaats van dat SPO is benoemd, is het OOG hierin genoemd. En daarvoor hebben wij onze excuses gemaakt. Dan, voorzitter, en dan ga ik over naar de beantwoording en doe ik op volgorde. De VVD sluit zich aan bij de visie waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. Inclusief het gewijzigd voorstel van de Dantenweg. En dan kijk ik even naar meneer Winter. Het is dus wel zo, dat staat ook in de stukken, dat niet alleen het onderzoek eruit is, maar ook de Dantenweg eruit is. We zagen dat er geen draagvlak was voor zowel het onderzoek als het doortrekken van de Dantenweg. Staat ook zo verwoord in het stuk. We hebben daarbij wel aangetekend dat dat betekent, volgens ons, dat zeer waarschijnlijk op termijn de Chevalerouw en de Schuringstraat dermate druk zullen worden dat we daar andere maatregelen zullen moeten gaan nemen. Dat staat ook in het gewijzigd raadsvoorstel, zowel in rood aangegeven als in het reguliere voorstel. En dat is dus de juiste conclusie, mevrouw Schunselaar, die u stelt. Verkeerskundig gewenst, politiek niet haalbaar. Fietsen in het centrum. U wilt dat op sommige plekken wel toestaan en op andere niet. En u geeft ons aan, doet een goed overleg met het SPO en het OOG. Ik kan u melden, en dat stond ook in de oude versie, dat wij het OOG gaan uitnodigen om zitting te nemen in de klankbordgroep. En met uw welnemen zou ik dat dan willen uitbreiden ook met het SPO. Want daarin zitten ook bewoners, zitten ook ondernemers. En Veilig Verkeer in Nederland zal ook deel uitmaken van die klankbordgroep. Meneer Moerman, hartelijk dank voor uw zeer uitvoerige en brede steun. Gevoelsmatig denk ik dat u een punt heeft ten aanzien van uw motie. Ik hoef er eigenlijk niks van te vinden, dat moet u met uw collega's uitvechten. Maar volgens mij zit deze extreem in de uitvoering. En meneer De Jonge heeft er ook al aan gerefereerd. Hoe zit dat nu? Wij hebben destijds aangegeven, en dat was ook al bij het Kinplein West, dat daar is verkennend onderzoek gedaan door Heun en Partners, geloof ik. Die samen met Goudappel en Koffing een verkeerskundig onderzoek hebben gedaan. En onafhankelijk van waar je hem zet in het centrum, de kindstromen die van die hoek gebruik maken, moet je op een veilige manier aan de overkant van de weg zien te krijgen. En toen was het voorstel om daar, ik meen iets van 2 ton of zo, vooruit te trekken. Dat is toen gesneuveld. We hebben hem opnieuw opgevoerd op basis van verkeerskundige inzicht en expertise. We merken dat voor een totale oplossing geen ruimte is. Maar u hebt ook in een stuk kunnen lezen dat onverlet de keuze die gemaakt wordt, daar een aanpassing gedaan zal moeten worden. Maar u hebt ook kunnen lezen in de stukken dat op dat moment daar geen middelen voor zijn, meneer Jongen. En dan kijk ik ook u aan. Meneer De Vries Robles, dank voor de complimenten en de verbindingen die u daarin hebt gezien. U legt de vinger op de zere plek, namelijk de modaliteit, de prioriteit in het centrum van Ommen. U weet als geen ander dat wij ooit een ander voorstel hebben gedaan, wat zeer rigoureus was. Wij kregen daarvoor de handen niet op elkaar. En we zijn daarom geschakeld aan een andere oplossing, waarin we schipperen tussen een middenweg, waarin we gefaseerd voorstellen willen gaan doen straks bij het uitvoeringsprogramma om te komen tot minder verkeersaanbod in het centrum en op het eind in fase 1 een aanpassing van de, de beleiding en de beleving van dat centrum. Maar dat zit in de uitvoering. Maar ik begrijp wel wat u bedoelt. De LPO, meneer Remmers, u hebt ook een aantal items genoemd die in het uitvoeringsprogramma terugkomen. De HM-brug, de aansluiting N36, de vechtkade Shared Space. Ik denk dat we met elkaar niet heel erg veel verschillen van de noodzakelijkheid van de maatregelen die er nodig zijn. Maar dat is een kwestie van uitvoeringsprogramma en het stellen van de prioriteiten daarin. De ongelijkvloerse kruising bij Beersen, die is hier al een keer aan de orde geweest in de aanleiding van de aanpassingen. In het kader van de veiligheid wordt die nu alleen verbreed. Ik denk niet dat het op korte termijn haalbaar is om die bij het Rijk op de kaart te krijgen om alsnog een Duitse aansluiting dan wel een ongelijkvloerse kruising op de agenda te krijgen. En ik weet dat er provinciebreed vanuit het CDA al een lobby is geweest en ook die is het niet gelukt om op de lange termijn visie bij het Rijk dat op de agenda te krijgen. Ik vind het persoonlijk wel jammer. Dan verwijst u, en dat doet de heer De Jonge ook, naar de N340 bij Varssen. Er zitten 2 dingen aan.
Eén, de kosten. En we schatten in op basis van niet alleen aanleg, maar ook aan aansluiting, dat het ongeveer een miljoen of vier zal gaan kosten. De gedeputeerde heeft twee dingen aangegeven. Dat hij geen meerkosten zal accepteren. Dat betekent dus dat als we dat willen, wij dat zelf zouden moeten financieren. En de gedeputeerde heeft richting ons aangegeven dat hij, en dat staat ook in het stuk wat nog nagezonden is, binnen de PIP wil blijven en daar niet buiten gaat. En dan kun je hoog springen of laag springen. En dan kunnen piepen als een muis of brullen als een leeuw. Het zal ons niet helpen. Het enige wat helpt is dat de staten bij de gedeputeerde nogmaals zeer nadrukkelijk aangeven. Nee, zelfs eisen van wij willen dat anders. Dan kom ik bij de heer De Jonge. Hij is teleurgesteld in het parkeren van het uitvoeringsprogramma. En ik heb anderen horen zeggen, contrair, dat ze blij zijn dat het uit elkaar getrokken is, zowel visie als uitvoeringsprogramma. U bent niet tevreden over het participatietraject. Ik heb anderen dat niet horen zeggen. Sterker nog, ik heb het CDA horen zeggen dat ze zeer tevreden zijn over hoe het traject is gelopen. We zijn begonnen met twee klankbordgroep bijeenkomsten, waarvan telkens de uitkomst bij de participanten is teruggelegd. Van dit is wat we opgehaald hebben en bij de tweede versie is gevraagd, klopt dit dat we dit hebben opgehaald? Ja. Zijn we een stap verder gegaan, klopt dit dat dit is wat u wil? En iedereen bouwde natuurlijk iets meer. En dat was de eerste ronde van de visie van de matrix. Vervolgens hebben we het uitgebreid. En ik denk dat als je slechts 38 zienswijzen krijgt, waarvan er ook nog heel veel op de uitvoering zitten, en waarvan een deel gewoon instemming is met de plannen, en een deel mensen die in hun achtertuin liever geen weg willen hebben, dan snap ik dat wel, maar dan kunt u niet stellen dat het traject niet goed is gelopen. Dan vraagt u hoe het oog is betrokken geweest. Die hebben beide trajecten, bij de bijeenkomsten hier in deze zaal en de werkgroepen, zijn ze bij betrokken geweest. Het oog heeft ook alle stukken teruggelegd gekregen. En gelijktijdig met de eerste televisielegging richting de raadsleden en de klankbordgroepleden hebben ook zij dat eerste, met het blauwe voorkantje, dat concept hebben zij mogen ontvangen. En vervolgens is ook het oog telkens meegenomen in de verdere berichtgeving ten aanzien van de verkeersvisie. Hoe wordt het oog betrokken? Ik heb al medegedeeld dat het oog gaat deel uitmaken van de klankbordgroep die ten aanzien van het centrum wordt gehoord ten aanzien van verkeersmaatregelen en veiligheid. En dan hebt u het over het hekje bij de apotheek. Ook dat is uitvoering, maar dat weet ik toevallig. Daar is een mailwisseling over geweest. Soms heb je dat je mensen moet dwingen om een andere route te kiezen. In dit geval waren dat de jongeren van het Vechtdal College, die het onderscheid tussen een voetpad en een fietspad niet zo heel scherp hebben. Misschien is dat een gebrek in de opleiding en moeten we nog iets meer gaan inzetten op educatie. Vandaar dat we in overeenstemming met de landelijk geldende regels, hoe je dat soort hekwerken aanbrengt, een hekwerk aan laten brengen, waarvan de apotheek zegt het is te smal, en waarvan de oog zegt, of de apotheek zegt het is te breed en het oog zegt het is te smal. Maar volgens de regels is het haalbaar om daar met een slalombeweging je weg te vervolgen. En dat heb ik laten uitzoeken. Dan. Stelt u dat u net even heel snel gelezen hebt ten aanzien van de beantwoording. Die beantwoording stond royaal op tijd. Gewoon bij bijlage 4 of 5. Er zijn heel veel vragen gesteld door het CDA, aanvullende vragen van de Partij van Arbeid over de Julianenstraat en ook uw vragen zijn daarin keurig beantwoord. En dan vraagt u maatregelen op korte termijn. Ik ga ervan uit dat het bedoelt handhavingsmaatregelen, want ik kan mij geen andere maatregelen voor de geest halen. Handhaving is een heel lastig punt en daar zal ik straks bij de beantwoording van de heer Dunnewind wat uitvoeriger op terugkomen. Die ongelijkvloerse kruising die heb ik aangegeven. Dat is één de kosten en twee de PIP. De Kievit Chevalro Dantweg die heb ik ook al aangegeven. Dan kom ik bij de ChristenUnie bij de Heren Wind. Twee zaken. Heel scherp in de duiding van de samenhang. Die is terecht. Die samenhang die is er. Zit ook in de bijgestelde raadsvoorstel. Dat die samenhang er is. Van het één niet doen heeft gevolgen voor het ander. Zowel ten aanzien van de Chevalro als van de Varsendijk en de maatregelen die we in ons hoofd hebben om daar eventueel te gaan doen.
En ook heel scherp in de duiding tot hoever onze invloed reikt. Die heb ik net al aangegeven. De Danteweg heb ik ook beantwoord. Dan het CDA. De drie E's in goed Nederlands. Dat is handhaving, voorlichting en ontwerp. En ik wil beginnen met wat gisteren nog in de Telegraaf stond. Dat alleen een combinatie van maatregelen helpt. Dus met de drie E's in goed Nederlands, handhaving, scholing en ontwerp. Die combinatie, daarmee zitten we dus op het juiste spoor qua visie. Er zijn vijf samenwerkende partners, waaronder het Openbaar Ministerie, die zeggen handhaving alleen, dat is het niet. Het is ook een degelijke infrastructuur en het is ook veilige voertuig, maar het is ook gedrag. En dan zegt het CDA van, nou, gedrag dat willen we gaan beïnvloeden door handhaving, sterke handhaving. Het is een van de onderdelen, maar ook de weginrichting zou moeten dwingen tot aangepast gedrag. Handhaving is wel noodzakelijk, maar dan een sluitstuk. Alleen wij gaan daar, sinds de afschaffing van bromsnor, gaan wij daar niet meer over. Dat is een zaak van de politie. Vanuit de gemeente vinden we het belangrijk. En daarom wil ik nog een uiterste poging wagen om bij de politie onder de aandacht te brengen. En ze vragen om samen met ons een handhavingsproject op te starten. Als politie en gemeente en werken aan voorlichting, gedragsbeïnvloeding en handhaving. Maar ik kan u geen garantie geven dat de politie ook gaat meewerken. Nu we het over de politie hebben en handhaving. Meneer De Jonge die had nog een vraag over wat is er gedaan uit de aanbeveling in de vorige periode van de politie. Daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Ik ken die aanbeveling van de politie uit een vorige bestuursperiode, die ken ik helaas niet. Ik weet wel, en dat is in aanvulling op het gestelde, en dat staat ook in het document dat in de bijlage is aangegeven, dat politie en justitie richting ons hebben aangegeven van wij willen pas overgaan tot een traject, een strafrechtelijk traject, wanneer de inrichting van de weg ook conform die eisen is. Dat betekent dus een asverspringing, plateauvorming en drempels, et cetera. Dus een bordje alleen volstaat niet. En volgens mij is er ook jurisprudentie over, waarin de rechter aangeeft dat een bordje alleen niet voldoende is. Leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De mobiliteitsladder, die de heer Dunnewind noemt, is wel degelijk een beleidsinstrument. Met de mobiliteitsladder wordt de mobiliteit niet gestimuleerd, maar juist gereguleerd en proberen we juist het gedrag zodanig te beïnvloeden dat we op een duurzame manier omgaan met ruimte, maar ook met bronnen. De auto laten staan en de elektrische fiets gebruiken en een combinatie van modaliteiten. Verkeersveiligheid, en dan bega ik een zonde, maar wil ik u toch verwijzen naar het uitvoeringsprogramma. De verkeersveiligheid hebben we hoog in het vaandel en ook de fietsveiligheid hebben wij ten aanzien van de algehele veiligheid hoog in het vaandel. Bij het uitvoeringsprogramma komen we daar met elkaar nader over te spreken. Dan vraagt u of, en dan zeg ik het heel gemeen in mijn eigen woorden, wordt u er niet ingeluisterd met het vaststellen van het gewijzigd raadsvoorstel ten aanzien van de voorbeelden die indicatief genoemd zijn, inclusief de bedragen. Nee, dat wordt u niet. Ze zijn slechts indicatief. En ik zeg u hiertoe dat de genoemde projecten allen separaat naar u zullen toekomen. We hebben gekozen voor het uitvoeringsprogramma voor een termijn van 3 jaar, zodat we steeds een afweging kunnen maken binnen de financiële middelen die we hebben en ook steeds andere prioriteiten kunnen leggen wanneer de noodzaak daartoe is. Wel blijven we steeds werken vanuit de visie wanneer die is vastgesteld. En dan hebt u een laatste vraag gesteld aan u. Collega raadsleden ten aanzien van of de fiets de belangrijkste modaliteit is. Ik ga me niet bezondigen om die vraag voor uw collega's te beantwoorden. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan denk ik dat we op verzoek van de fractie van D66 nu even kort schorsen. Hoe lang denkt u nodig te hebben? Ik denk dat ik eigenlijk elke fractievoorzitter van de andere fracties even zou willen polsen. Woordvoerders, neem me niet kwalijk. Willen polsen over in hoeverre zij bereid zijn om een voorstel, zoals ik dat voorgesteld heb, over een
harde uitspraak over de modaliteit van de drie verkeersstromen in het centrum van Ommen. En dat wij vervolgens als fractie een tekstvoorstel moeten voorbereiden. En ik denk dat we daar, als ik dat snel inschat, volgens mij kunnen we op de eerste vraag heel snel antwoord hebben. Hebben wij maximaal een kwartier nodig. Dan schors ik de vergadering tot 9:05. Ik hoop dat er wat koffie klaar staat voor de liefhebbers. En dan heropenen we om 9:05 nogmaals. Dames en heren, ik heb het gevoel dat onze schorsing lang genoeg geduurd heeft en dat de fractie van D66 met alle andere fracties heeft gesproken en dat wij verder kunnen met de tweede termijn. Ik constateer overigens ook dat nadat wij al reeds een uitvoerige bespreking in de commissie hebben gehad, in de eerste termijn ook weer het nodige is gezegd, dat we nu denk ik wel zo wat naar een afronding van de discussie kunnen komen. Dus het vriendelijk verzoek is ook om een tweede termijn, waarbij ik dezelfde spreekvolgorde zal hanteren, dan is dat ook maar meteen duidelijk, wel een beetje to the point te komen, als dat kan. Mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag to the point komen. En mijn eerste punt is eigenlijk, ik hoorde van de wethouder de uitdrukking Duitse aansluiting. Nou, vertel me straks maar eens wat het is, maar ik zou het niet weten. We hebben al even gezocht, maar ook niets gevonden. Tweede punt is dat ik heel erg blij ben dat de klankbordgroep uitgebreid wordt met onder andere het OOG en de SPO. Ik zou zeggen, indien noodzakelijk, neem die deskundigen erin die er echt verstand van hebben. Volgende punt is, we hebben bewust Varssen niet genoemd in onze eerste bijdrage, omdat dit ons inziens uitvoering is. En we hebben steeds geprobeerd uitvoering en visie van elkaar te houden. Maar, alles wat ik gehoord heb van de wethouder, zie ik toch wat donkere wolken voor Varssen. Maar, we geven niet op. Laat dat voldoende zijn. Vervolgens. De heer De Jonge, VOV. Ja, voorzitter, want ik hoor mevrouw Schunselaar zeggen van wij geven niet op. Hè? En in de commissievergadering heb ik horen zeggen dat dat stond volgens mij ook in de stento, dat de VVD-fractie een oplossing had voor de kruising in Varssen. Ik ben wel nieuwsgierig wat de VVD-fractie bedoelt van wij geven niet op. Want als je kijkt naar, hè, want het is ons helder dat de verantwoording in deze bij de provincie zit. Hè, en dat wij de sluitstuk zijn dat gevoel hebben volgens mij ook de insprekers gehad. Hè. Maar ik ben wel benieuwd wat de VVD-fractie, want zij maken ook deel uit de VVD van de coalitie in de provincie, wat de VVD-fractie gaat doen in het traject, wij geven niet op. En welke oplossing zij hadden bedacht, als ik het goed gelezen had in de stentor. Voorzitter, wat er in de stentor staat, ik kan me niet herinneren dat we een oplossing hebben. Ik kan u wel zeggen, meneer De Jonge, dat ik deze week een gesprek heb met iemand van de Statenfractie. En dat gaat dan vooral om toch te proberen financiën los te krijgen. Want watgene wat de wethouder ook zei van ja, er zal geld moeten komen. Dus de druk gaan we toch weer opvoeren. Even kijken. Over hetgene wat het CDA gevraagd heeft, wil ik wel gelijk op terugkomen van goh, wie geef je nu de voorrang? Is dat de fietsen? Is dat de voetgang? Is dat de auto? Nou, dat hangt gewoon af van de situatie. Als we het stuk helemaal goed gelezen hebben, zowel de fietsers op bepaalde plekken voorrang, de voetgangers ook en de automobilist zal toch dan wel ondergeschikt moeten zijn. We moeten wel voor ogen houden dat om een relatief klein centrum heeft. En in dat hele kleine centrum, nou moet je al een duivelstoejager zijn om daar als fietser je plek te kunnen vinden. En als automobilist, ik zal me daar niet aan wagen, want dat wordt niks. Dan kom ik eventjes op het punt, oh ja, de motie van de Partij van de Arbeid. Heel sympathiek en ik herken hem ook heel duidelijk van vorig jaar november. Ik zou de Partij van de Arbeid willen adviseren om deze motie aan te houden of te parkeren, wat dan ook, maar nu nog niet, want wij achten hem te prematuur en het hoort ook eigenlijk bij de uitvoering. Maar we begrijpen wel het punt. En dan kom ik eigenlijk bij het andere,
waar ik dus in mijn betoog al over heb gehad. En dat heeft de ChristenUnie eigenlijk heel mooi op aangesloten. Op een gegeven moment, ik heb het genoteerd, een onderlinge samenhang met veel punten. Klopt helemaal. En we moeten Ommen niet klem zetten. Ommen moet zich niet klem zetten. Nou, dat vond ik een hele mooie bewoording. En dat sluit eigenlijk precies aan bij het amendement wat ik toch ga indienen. En daar heb ik in mijn verhaal al iets, mijn bijdrage al iets over gehad. Over als we het onderzoek niet doen, als we dat niet gaan doortrekken, wat de meerderheid ook gezegd heeft, de dan te weg dan. Dan komen er een aantal zaken op ons af waarvan wij op dit moment de impact nog niet weten. Het gaat over de Schuringstraat, de Chevalerostraat, Vassende Dijk, et cetera, et cetera. En op basis daarvan, om die reden, dienen wij het volgende amendement in. De Raad van de Gemeente Ommen, et cetera, et cetera. In het besluit, daar gaat het om. Besluit in het voorliggend besluit, punt 2, aan te vullen met de volgende zin. Maar er wel voor te zorgen dat er geen ontwikkelingen in het zoekgebied plaats hebben die een mogelijke autoverbinding tussen de Danteweg en de Balkenweg in de toekomst blokkeren. En als overweging hierbij geven we mee: de Raad kan zich vinden in het voorstel om nu geen financiën te reserveren voor een onderzoeksstudie naar een verbinding tussen de Danteweg en de Balkenweg. Zeker gelet op de eerdere discussie in de raadscommissie van 6 april 2017 en het gewijzigd raadsvoorstel dat geagendeerd is voor de Raad van vanavond 20 april. De Raad is van mening dat de doortrekking van de Danteweg naar de Balkenweg voor het autoverkeer op termijn een essentieel onderdeel zou kunnen zijn van de wegenstructuur van Ommen en wil daarom dat in dit zoekgebied vooralsnog geen ontwikkelingen plaats hebben die deze zouden kunnen blokkeren. Ommen, 20 april 2017, voorzitter. Getekend. De heer De Jong en dan de heer De Vries Robles. De heer Dunnewind, mag ook, ja. Nou, dan begin ik. Ik heb even een vraag voor mevrouw Schunselaar. U geeft aan dat de verwachting is, dat staat ook in een stuk, op het moment dat de Danteweg niet wordt doorgetrokken, dat er veel meer verkeer zal gaan over de Chevalerostraat, Schuringstraat, dat afwaarderen van de Vassende Weg, Vassende Dijk, dat het lastig gaat worden. Mijn concrete vraag is eigenlijk, welk verkeer denkt u dat er over de Chevalerostraat zal gaan, wat nou die extra drukte zal gaan geven? Want daar ben ik echt reuze benieuwd naar, als die Danteweg niet doorgaat. Als de Danteweg door zou gaan, maar die gaat ze niet op, maar als die door zou gaan, dan hebben de mensen die dus vanaf de Dante komen ook nog de mogelijkheid om naar de Balkenweg te gaan. Dus. Maar de Chevalerostraat is een mooie weg om vanuit de Dante, zeg maar, richting de Albert Heijn en de Aldi en dat soort zaken te rijden. En dan is de Danteweg is überhaupt geen meerwaarde. Daar komt bij. Als mensen vanuit de Dante, als die naar Zwolle moeten, die gaan echt niet linksaf via de Danteweg. Die blijven gewoon, al is het een karrenspoor, die blijven gewoon een vaste dijk rijden. Maar je hebt natuurlijk ook nog de overwegingen als mensen naar het noorden willen. Maar in dit amendement staat dat het zoekgebied, het gebied wat bestemd zou worden voor autoverkeer, dat we dat nu nog niet helemaal gaan blokkeren en zeggen, daar zal nooit iets gebeuren. We moeten eerst eens afwachten wat uit die andere onderzoeken, wat daar naar voren zou komen. En misschien moeten we, zeggen we dan toch, ja, misschien is het toch nog een idee om dat te doen. Dus ik heb helemaal niet gezegd van, we zetten het. We willen eigenlijk die gronden op dit moment nog even parkeren, nog niets mee doen. Dat is de overweging. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, dan de vraag van als u het wilt parkeren, want in de commissievergadering heeft de Raad, en volgens mij hebben één fractie op uw fractie na aangegeven, geen behoefte hebben aan doortrekking van die Danteweg. Dat is een punt, staat helder in het besluit. Dank ik het college voor, heb ik ook in eerste termijn aangegeven dat dat veranderd is. Maar wat wilt u nu als VVD-fractie bereiken? Wilt u nu dat er deze raadsperiode nog een keer in behandeling komt, dat die Danteweg doorgetrokken moet worden? Nee. Niet? Nou, dat is een helder antwoord. Maar is het dan niet
verstandiger om dat in uw verkiezingsprogramma op te nemen voor de volgende periode? Want ik zie, voor mij is de keuze helder, niet doortrekken dan te weg. En ik zie geen enkele meerwaarde in dit amendement. Dus ik vraag me nog steeds af wat u wil bereiken met dit amendement. Mevrouw Schunselaar. Wij willen bereiken dat het zoekgebied, dat gebied daar, voorlopig nog niet bestemd wordt voor wat voor een bebouwing dan ook. Want een grond kun je maar één keer uitgeven, verkopen of wat mee doen. De heer De Vries-Robles. Ja, mijn vraag is eigenlijk een beetje gelieerd aan de vraag die al gesteld is door de VOV. U weet dat we op dat ergens daar in die vlek wel al bezig zijn met een ruimtelijke ontwikkeling, namelijk de sporthal bij de Carousel. En begrijp ik u goed dat u die ontwikkeling niet ziet als een belemmering van uw voorstel? Klopt, want er is duidelijk gezegd toen met de discussie over de sporthal, toen is het duidelijk ook aangegeven, als die sporthal daar komt, die uitbreiding daar komt, blijft er dan ruimte over als eventueel de Danteweg wordt doorgetrokken. En toen heeft de wethouder gezegd, Schelen heeft gezegd, daar is ruimte voor. Heb ik u goed verstaan, namelijk dat u dus die ontwikkeling niet wilt blokkeren met dit voorstel. Helder, dank. Katerberg. Dat zoektracé, dat valt onder bestemmingsplan en dat heeft een bestemming, naar ik aanneem. En zodra je de bestemming wijzigt, moet dat via een bestemmingsplanwijziging. En daar komt deze raad aan te pas. Dus volgens mij is het amendement volstrekt overbodig. Het is een signaal wat wij willen afgeven. En de procedure, ja, dat klopt. Mevrouw Schunselaar. Gaat u verder. Even kijken wat ik nog heb zitten. Nee, ik heb alle punten die ik heb genoemd, die zijn ook aan de orde geweest. Dank u wel. Dank u wel, de heer Moerman, Partij van de Arbeid. Het amendement is ingediend, gaat onderdeel uitmaken van de besluitvorming. Is getekend. Ja, dus dat komt helemaal goed. Dan hebben we inmiddels één motie van de fractie van de Partij van de Arbeid en één amendement van de fractie van de VVD. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Even een verduidelijking op de motie. Sommige fracties gaven aan dat ze een prematuur vonden, voorwaardig. Juist niet. Juist vanwege het feit dat wij vanavond, of eigenlijk in de commissie hebben besloten, tot niet doortrekken van de Danteweg, betekent dat je daar dus geen aanpassingen doet door het niet doortrekken van de Danteweg. Terhalve blijft de kruispunt zoals het nu is. Blijft het een potentieel zeer gevaarlijk kruispunt, conform de motie. En daarom zul je juist nu dat moeten doen. En ten tweede kun je dan ook de eerste prioriteit geven bij het uitvoeringsplan, zoals wij het 29 juni gaan vaststellen. CDA-fractie had het over de rode draad in de eerste betoog. Mij uit het hart gegrepen. 3 jaar geleden was de gemeenteraadsverkiezingen. 1 partij had toen als verkiezingsposter de rode draad. Dus ik ben het daar volledig mee eens. Waar ging het om? Verkeersveiligheid, precies. Het gaat om verkeersveiligheid en het gaat om juist die aandacht voor die kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Dit is en was en blijft in potentie, als wij hier niets aan doen, een zeer gevaarlijk kruispunt, juist voor fietsers en voetgangers. Daarom is deze motie voor om het met prioriteit op te nemen in het uitvoeringsplan, zoals wij het 29 juni aanstaande gaan besluiten. Voorzitter, dit was het. Dank u dan. Was de fractie van D66 daarna, dacht ik. De heer De Vries-Robles. Goed, hè? Het is altijd een kwestie van een leerproces en bij mij duurt dat wat langer. En dat komt op het kaartje. Voorzitter, dank u wel. Ik ben u dankbaar voor het feit dat ik nog een paar minuten extra gekregen heb, want daardoor kan ik het nu textueel voorlezen. Maar zoals ook al vastgesteld, hebben wij een drietal E's, maar je kan ze ook in het Nederlands vertalen, die de uitgangspunten zijn, zal maar zeggen, rondom hoe je de inrichting wil doen. En om die E's in het centrum van Ommen nog een wat pregnanter taakstelling te geven, hebben wij gemeend als D66 het volgende amendement te willen voorstellen. Het betreft de verkeersvisie Ommen 2030 duurzaam bereikbaar agenda punt nummer 6. Het onderwerp is de prioriteitsstelling verkeersmodaliteiten in het centrum van Ommen. En we hebben het met opzet zo als centrum Ommen geformuleerd, omdat je dan vervolgens in de uitvoeringsfase nog kunt
delibereren met de raad over wat we exact onder het centrum van Ommen verstaan. Laat het wel duidelijk zijn dat het de intentie van D66 is dat dat niet alleen om, laten we zeggen, de voetgangerszones in het centrum gaat. Dus de huidige, zal ik maar zeggen, autoluwe situaties. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 maart, besluit de Raad van Ommen in het voorliggende besluit de verkeersvisie Ommen 2030 duurzaam bereikbaar aan te passen met de volgende passage. De prioriteiten van de verschillende verkeersmodaliteiten in het centrum van Ommen worden als volgt vastgelegd. Prioriteit wordt gegeven aan voetgangers en fietsers en het gemotoriseerd verkeer kent de laagste prioriteit en wordt gezien als gast in het centrumgebied. Nogmaals, hoe breed of eng je het centrumgebied wil definiëren, zien wij als een uitvoeringskwestie. De toelichting en overwegingen zijn als volgt. De raad kan zich vinden in het voorstel van het college rondom de bereikbaarheid van het centrum van Ommen, maar wenst expliciet vast te leggen dat in de kern de voetgangers en het fietsverkeer prioriteit gegeven dient te worden. Was getekend D66 en hiermee ingediend. Dank u wel. Dan is het tweede amendement ook ordentelijk ingediend. En dan hebben we inmiddels twee amendementen en een motie die onderdeel uitmaken van de beraadslaging. En ik kom bij de heer Remmers van de LPO. Dank u wel, voorzitter. Ik was van plan het maar kort te houden. We hebben in principe op heel veel vragen antwoorden gekregen. En als LPO kunnen we in ieder geval akkoord gaan met de verkeersvisie zoals die hier ons voor ligt. Blijft inderdaad amendementen en moties over. Wat betreft de motie van de Partij van de Arbeid sluiten we ons aan bij de VVD. Dat we denken van gelieve aan te houden. We begrijpen ook wat er bedoeld wordt en we staan daar niet, zeker niet onsympathiek tegenover. Alleen is het een kwestie van uitvoeringsprogramma. En ik denk dat we daar moeten discussiëren over welke prioriteit het krijgt. En als het daar prioriteit 1 krijgt, dan voorzie ik ook wel voor eind 2017 een voorstel voor aanpak. En dan kan dat ook in 2018 gerealiseerd zijn. Wat betreft het amendement van de VVD, daar zullen wij niet voor stemmen. En wat we horen van D66, ook daar zullen we niet in meegaan, omdat we denken dat dat erin staat en dat het inderdaad ook weer een uitvoeringsprogramma is om te kijken van waar leggen we die grenzen dan en welke maatregelen gaan we treffen. Dus ook daarin zitten we wel op één lijn, alleen denken we niet dat we daar nu een beslissing over moeten nemen. Tot zover. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie van de VOV, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, ondanks we afgesproken hadden in tweede termijn om ter plek te blijven zitten, zie ik dit maar een beetje als een stukje eerbetoon voor uw laatste vergadering. En zal dan ook gebruik ervan maken om daar bij mij aan te sluiten en ook staande hier achter deze tafel mijn tweede termijn te voeren. Dus zie het dan nogmaals een stukje eerbetoon aan u toe. Voorzitter, even naar de reactie van de wethouder daar waar het gaat over de burgerparticipatie. Wat ik daar zie is, en twee keuzes, mensen die wel de zin hebben gekregen, mensen die niet de zin hebben gehad. Dat heb je altijd als je zulke sessies houdt. En ik vroeg me af, dat was ook een vraag aan u, van is er helder uitgezet van hoe het met de kaders gesteld was? Van waar heb je wel invloed op en waar heb je geen invloed op? Want als dat in mijn optiek, en als ik het verkeerd heb, voorzitter, dan hoor ik het heel graag van de wethouder. In mijn optiek, als dat goed was gelopen, hadden we hier niet zoveel insprekers gehad voor de tweede keer in de commissievergadering. En was het uitvoeringsprogramma niet aangehouden. Want dan had daar ingestaan wat de burgers en wat de raad gewenst had. Niet meer en niet minder, volgens mij. Dus dat was mijn bedoeling van mijn betoog eerste termijn. En ik heb er graag een reactie op. Ja, voorzitter. Ik had nog één vraag gesteld waar ik geen antwoord op had gehad. En dat ging over welke maatregelen zijn er nodig. Want de wethouder heeft een aantal keren aangegeven dat het handhaven een probleem is. En ik had gevraagd van welke maatregelen zijn er nou nodig om te kunnen handhaven. En dan met name Markt, Hessen-Mühlenbrug, Julianenstraat, Schuringstraat. Waar we uitgebreid hebben over gesproken. En ik heb gevraagd van wat zijn de kosten ervan. Ik besef mij, voorzitter, dat het ook een stukje is wat wellicht nog in de uitvoeringsprogramma tegemoet komt. En waar we een keuze kunnen maken in de toegezegde prioriteitsvolgorde die is aangegeven. Maar wellicht kan de wethouder daar alsnog een stukje op inzoomen. Ja, voorzitter, en in ieder geval zien wij dat uitvoeringsprogramma graag tegemoet en het keuzemoment daar ook in.
Voorzitter, en als ik dan kijk naar de abonnementen en de moties. Naar de motie van de Partij van de Arbeid ben ik ingegaan. Ik hoop en ik vertrouw erop dat de wethouder zijn toezegging nakomt die in het verleden en ook nu gedaan heeft. Van het komt in het uitvoeringsprogramma terug en dan kunt u een keuze maken. Ik hoorde de wethouder wel zeggen van er is op dit moment geen geld voor. En ik weet niet of dat nu het moment voor is, maar daar zou ik toch wel graag wel wat dieper op in willen zoomen. Dan het abonnement van de VVD. Nou, ik heb bij de interruptie al aangegeven van ik zie dit abonnement als een stukje ruimte zoeken voor een besluit wat al min of meer door de raad genomen is. Namelijk het niet doortrekken van de Dantenweg. Om er toch ruimte te zoeken om het wel op korte termijn wel door te laten trekken. Voorzitter, het abonnement van de heer De Vries Robles. Nou, zeg maar inhoudelijk, ja, daar kun je niet op tegen zijn. Dat is een visie die wij ook wel ondersteunen en onderschrijven. Volgens mij staat het ook op deze wijze ook wel in het visiedocument. Maar waar wij wel mee zitten is de handhaving. Want als je dit wil doen in het centrum van Ommen, dan kom ik weer terug op wat ik net zeg, van hoe ga je dit handhaven? Want dan zijn er weer maatregelen voor nodig. Dus wij zullen vragen aan D66 bij deze of ze dit toch nog willen aanhouden tot in het uitvoeringsprogramma. Want dan kunnen we met elkaar eens discussie voeren van op welke manier dit uitvoerbaar is. Nou, u hebt al begrepen, voorzitter, zonder dat wij de motie en amendementen ondersteunen, zullen wij akkoord gaan met het visiedocument en zien graag het uitvoeringsprogramma tegemoet. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie van de ChristenUnie, de heer Wint. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik moet de wethouder vanavond toch een beetje teleurstellen, want wij blijven een beetje eigenwijs wat betreft de doortrekking van de Dantenweg, want wij weten dat we gelijk hebben. Wij volharden daarin, want in het raadsvoorstel, zelfs het gewijzigde raadsvoorstel, bevat niet het schrappen van de doortrekking Dantenweg in het voorgestelde besluit. En dan ga ik even citeren. Wat er voorgesteld wordt om te besluiten, daar staat punt 1, de inspraaknota verkeersvisie om in 2030 voor kennisgeving aan te nemen. Nou, dat doen we. Punt 2, geen onderzoek te doen naar het al dan niet doortrekken van de Dantenweg. Punt 3, de verkeersvisie om in 2030 duurzaam bereikbaar vast te stellen met de inachtneming van punt 2. Dus het schrappen van het onderzoek. En dan punt 4, maar goed, die doet in dit geval niet meer niet de zaken. Dus wij blijven erbij dat we formeel niet vaststellen dat we de Dantenweg niet gaan doortrekken. Ondanks dat dan vervolgens onder de argumenten wel genoemd wordt dat er in de commissie geen meerderheid was voor het doortrekken van de Dantenweg. Oké, dat kunnen we ondersteunen, dat klopt. Maar dan staat er onder de risico's ineens dat we het doortrekken van de Dantenweg wel gaan schrappen. Maar dat komt dus niet overeen met wat wij gaan besluiten. En om nog even te benadrukken, wij zijn dus ook niet per definitie voor het doortrekken van de Dantenweg. Het enige wat wij wel... Ja, dat is van belang. Maar het enige wat wij wel willen is gewoon die optie niet uitsluiten. Want daarmee, dat bedoelde ik met dat we dan mogelijk dat we onszelf dan de klem gaan zetten. Met mogelijke oplossingen voor dingen die in de toekomst kunnen gebeuren. Dan even over het amendement van de VVD. Die kunnen wij steunen. Want wat ons betreft benadrukt dat nog maar weer dat we hier praten over een visie. En dat het dus niet gaat om nu al allerlei oplossingen of besluiten daar verder over te nemen over hoe we dat gaan uitvoeren. En wat ons dan daarin wel een beetje bevreemde was de reactie van het CDA op het amendement. Namelijk dat het CDA dus die trekt conclusies in twijfel die gedaan zijn op basis van onderzoek. En ik bedoel, dat is natuurlijk het goede recht van het CDA om dat te doen. Alleen, dan is de vraag van ja, maar dat staat gewoon wel heel duidelijk in de stukken. Zoals mevrouw Schunselaar dat verwoordde. Dus als je dat dan vindt, dan moet je dat misschien ook uit de stukken laten schrappen. Um,
Dan nog even als laatste het amendement van D66. Nou, die kunnen wij van harte ondersteunen. Voorzitter, tot zover. Ten slotte de fractie van het CDA, de heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Ja, waar zal ik eens beginnen? De wethouder bedankt voor het beantwoorden van een aantal vragen. Verkeersveiligheid. U geeft aan dat dat in het uitvoeringsprogramma tot uit in de treuren terugkomt. Dat heb ik ook gezien, maar we hebben het vanavond over de visie. Dus ik had het graag zeg maar, dan ook teruggezien in directe zin in de visie als zodanig. Daar heb ik overigens wel vertrouwen in dat we op de goede pad gaan inslaan in die zin. Als we gaan kijken, u had het over de mobiliteitsladder, daar verschillen we echt van mening. Want u geeft aan dat dat echt een visiestuk is. Ik ben echt de mening toegedaan, of de fractie is de mening toegedaan, dat we het echt een onderdeel is van de hoe-vraag. Want als we wat willen gaan aanleggen, dan is het eerst wat willen we. En daarna gaan we kijken hoe en welke methode gaan we daarvoor volgen. En niet andersom. Dus misschien is het goed om daar nog eens een keer goed naar te kijken. Als we kijken naar handhaving. Ja, voorzitter, ik kom regelmatig in Den Haag. Dan rij ik bij Utrecht over de A28, A27 en dan draait A12 op en staat er een mooi bord trajectcontrole. In de weg is niks veranderd. De weg is niet anders ingericht. Toch wat er gehandhaafd daar. Daar wel. Dus waar het mij om gaat is, ik snap de discussie van de drie E's, de engineering van ik moet de weg inrichten als zodanig dat mensen zeg maar wat meer gedwongen worden om die snelheid aan te halen. Maar het gaat er ook om dat we willen handhaven. En dus op een gegeven moment als mensen een verkeersbord wat geen snelheid is, gewoon puur een negeren van een bord, iets doen wat gewoon niet mag, dan moet er opgetreden worden, voorzitter. Dat is echt onze mening. En ik denk dat we daar best wel wat nadrukkelijk op moeten gaan zitten. En misschien moeten we wat meer druk geven richting de handhavers in dit geval. Dat zal ons wat waard zijn. Ofschoon we eigenlijk praten over de visie. Ik heb echt vanavond heel veel zaken over de uitvoering gehoord. En een van de uitvoeringszaken is toch Hessenweg West, Vassenerweg. Ongelijkvloerse kruising, zonder op- en afritten overigens. Voorzitter, u geeft aan, of de wethouder geeft aan, dat er een viaduct in het PIP staat, of dat er geen viaduct meer in het PIP zou staan, dat het PIP niet is aangepast. Dus, en het viaduct staat in het PIP. Dus met andere woorden, heb ik het dan goed dat het viaduct gewoon wordt aangelegd? Want dat is, over welke versie van het PIP praten we dan? Misschien kunt u ons daar duidelijkheid over geven. En voor de rest geeft u aan dat er het PIP niet meer wordt aangepast. Maar toch heb ik begrepen, voorzitter, dat er een onderzoek is om toch de PIP zo links en rechts wat aan te passen. Dus hoe zit dat nou? Ja, hoe hard is het allemaal? En voor alle duidelijkheid, de VVD-fractie gaf het ook al even aan. Die hebben een overleg met de Staten. Ook het CDA heeft een overleg met het fractiebestuur. En de woordvoerder op dit gebied, dus we hebben daar binnenkort een afspraak over. Ook wij zullen proberen om daar toch beweging in te krijgen. Dank u wel, voorzitter. Nog even, ik ben nog even wat vergeten, want ik heb nog een aantal moties en amendementen. Meneer Moerman, de motie, verkeersveiligheid, is u uit het hart gegrepen. U had het over een poster. Nou, ik weet niet welke poster u zei, het heeft in ieder geval geen indruk gemaakt. Dat is, laten we dat maar even vaststellen dan. Ik heb geen rode draad gezien, maar het zal ongetwijfeld kloppen. Wij zullen de motie niet steunen, voorzitter, omdat wij vinden dat het echt in de uitvoering thuis hoort. We hebben dat, de heer De Jong heeft ook al een aantal keren aangegeven, of vanavond ook alweer aangegeven. Dus twee keer op de agenda gekomen, één keer met een brede doeluitkering, 2 ton, hebben we afgeserveerd. We hebben later nog eens een keertje met de Kindplein West, dat het nog een keer weer ingesleuteld werd. Ook toen heeft de heer Moerman dat geprobeerd met de motie, wat zo goed terecht is, of een amendement. Maar wij vinden echt dat het bij de uitvoering thuis hoort en... Als CDA-fractie hebben we in de aanloop van dit programma hebben we zoveel zaken aangedragen. En ook ten aanzien om dat kruispunt goed veilig aan te gaan lopen. Maar dan gaan we voor de muziek uitlopen en willen graag wachten tot de uitvoering. Om te kijken om daar op een goede manier invulling aan te geven. Voorzitter, mag ik hierop reageren? Zeker, meneer Moerman. Voorzitter, CDA-fractie heeft in de vergadering van 17 november 2016 het geamendeerd. Zodat aanpassingen aan het kruispunt uit het voorstel zijn geschrapt. Dan kan ik uw verklaring op dit moment totaal niet plaatsen. Wat begrijpt u niet? Ik begrijp nu dat u nu zegt dat u al verschillende keren gepleit hebt voor aanpassingen van de kruispunt. In de vergadering van 17 november
Het voorstel heeft geamendeerd, zodat aanpassingen aan het kruispunt uit het raadvoorstel zijn geschrapt. En dat klopt. We hebben mee aangegeven dat we dat niet wensen, omdat we aangegeven hebben dat we het willen meenemen in de verkeersvisie. En dat is de wijze geweest. Dat hebben we ook gezegd. We gaan het niet uit het lood trekken. We waren al sinds 2015, januari 2015, zijn we bezig om deze verkeersvisie vast te stellen. En vanaf CDA-fractie hebben we vanaf het eerste uur hebben we input geleverd. En ook ten aanzien van dat kruispunt hebben we voorstellen ingediend. Om dat op een goede manier in te richten. Maar er staat even los van op welke manier we dat dan zien. Daar komen we uit over te spreken als we over de uitvoering spreken. En niet eerder, wat ons betreft. Voorzitter, tot zover de motie van de Partij van de Arbeid. Het amendement van de VVD, die zullen we niet steunen. Wij vinden echt dat het geen meerwaarde heeft om überhaupt een dantelweg aan te leggen. En dan even naar de heer Wint, het onderzoek waar u het over heeft. De verwachting is dat, er staat ook in het raadsvoorstel volgens mij, de verwachting dat het meer gaat worden. Ik verwacht ook heel veel, iedere keer met 5 december, maar het komt niet zoveel wat, zeg maar. Dus ik... soms in blijde verwachting zeg ik dan, maar daar doen we dan even niks mee. D66, nou goed, het zal duidelijk zijn dat we dat amendement zullen steunen. Ook wij hebben in onze eerste bijdrage al aangegeven dat we daarvoor gaan. Dank u wel, voorzitter. Wel, ik had de indruk dat de heer De Vries Robles nog een vraag voor opmerking had. Ik hecht nog even te reageren op de opmerking die de heer De Jonge maakte over het amendement. Als dat mij dat nog toegestaan is, want ik zou hem graag nog wel van repliek willen dienen over zijn standpunt daarin. Of denk ik niet via de heer Dunnewind, dus dan mag hij weer gaan zitten, schat ik zo in. Dank u wel, voorzitter. Dank u. Dan kan de heer De Jonge wel zelf reageren. De heer De Vries Robles. Mijn opmerking is deze, dat volgens mij, als ik de heer De Jonge goed begrepen heb, is hij van mening dat de prioritering, zoals ik die graag voor het centrum vastgelegd zou willen zien, al in het voorstel zit. En ik zou hem daar in ieder geval op van repliek willen dienen. En hij heeft bovendien aangegeven dat mijn punt niet een visiepunt is, maar ook in de uitvoering opgepakt kan worden daardoor. Ik hecht echter aan om te bevestigen dat wat ik hier neerleg juist een visiestandpunt is en niet een uitvoeringsstandpunt. Want hoe we het vervolgens gaan uitvoeren, daar kunnen we nog heel verschillend over denken. En ik wil hem dan nog even wijzen dat in de verkeersvisie expliciet genoemd staat op pagina 14... Onbehanteert de mobiliteitsladder als uitgangspunt bij het opstellen van het beleid. De auto is en blijft het belangrijkste vervoermiddel in Ommen. Dat is nou net waarvan ik zeg, in de kern moet dat niet zo zijn. De heer De Jonge nog? Of... Nee, d'accord. Mevrouw Schunselaar, is ook mogelijk. Ja, voorzitter, ik wil toch graag even vragen aan de heer De Vries Robres. In het amendement staat... In het centrum van Ommen. Nu wil ik graag weten, wat is het centrum van Ommen? En nu hoor ik hem net zeggen van de kern van Ommen. Dat vind ik zijn toch twee, zouden twee verschillende grootheden kunnen zijn. En vandaar mijn vraag. Heer De Vries Robles, en dan ga ik naar de wethouder. Laat ik u dan zeggen dat ik er hecht aan om de term centrum. Dus de term kern heb ik daarnet ten onrechte gebruikt. En... ik denk dat je over wat het echte centrum van Ommen is, dat je daar verschillende opvattingen over kunt hebben en dat we die wel tegen zullen komen op het moment dat we over de uitvoering praten. Maar ik ben van mening, als je het hebt over veiligheidsproblematiek en wegverkeer, dat je bijvoorbeeld de problematiek rondom de Chevreux-Roosstraat, maar ook de problematiek rondom de Julianastraat en de problematiek rondom de Varsenerdijk allemaal in hetzelfde licht zou kunnen zien als dat we vinden dat eigenlijk het laag gemotoriseerd en het langzaam verkeer prioriteit moet hebben op die plekken. Ik kom bij wethouder Ter Kuurst, die wandelend naar het katheder gaat en daarmee, dat mag ook vanaf die plek, maar ja, dat zitten is het nieuwe, hoe heet het ook alweer, roken. We hebben beide gestopt. Goed zo. Wethouder Ter Kuurst namens het college, tweede termijn. Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Schunselaar, een Duitse aansluiting. Normaal gesproken werken wij in Nederland met klaverbladen. En een Duitse aansluiting is van alles drie keer niks. Maar het werkt wel. Het is als je...
Dat is hoe je bij Wierden de A35 opgaat. Dat is een beetje on-Nederlands. Het is geen invoeger, het is geen uitvoeger en het is geen klaverblad. Het is van alles niks, vandaar dat ze dat een Duitse aansluiting noemen. Voorzitter, ik ga niet in op de inhoud van de moties en de amendementen. Ik vind dat de Raad dat onderling moet uitmaken. En sommigen hebben al een voorschot gegeven. Richting meneer Remmers, ik dank u voor uw steunbetuiging, ook in de tweede termijn. Meneer De Jonge, die vraagt van hoe is het helder uiteengezet in de kaders waar men wel of niet invloed op heeft. In de bijlage, bijlage 1 en 2, er staat, en ik geef toe, het is niet heel helder wat wij bedoelen, wat we willen. En er zijn verhelderende vragen gesteld door de participanten en daar hebben wij antwoord op gegeven. En dat is wat ons betreft de kaders, later aangevuld met verkeerstechnische inzichten en dat zijn de verbeeldingen waarop de verkeersstromen staan en de gewenste verkeersstromen. Dan vraagt u naar de maatregelen. In de beantwoording, en daar heb ik dan meteen meneer Dunnewind te pakken, dat justitie geeft aan dat handhaving niet plaatsvindt in 30 en 60 kilometer zones, tenzij de inrichting zodanig is dat fysiek zo snelheid wordt afgedwongen. Voorzitter. De heer Dunnewind. Dat begrijp ik, maar ik heb het ook over andere borden. Gesloten verklaringen bijvoorbeeld, dat is wat anders. Daarvan heb ik in de eerste termijn gezegd dat ik de inspanningsverplichting op me wil nemen om samen met de politie een traject uit te zetten of we kunnen komen tot een project om dat te doen in die samenloop van voorlichting, educatie en dan tenslotte de handhaving. Voor het overige, meneer De Jonge, blijf ik het antwoord schuldig. En ik wil u verwijzen naar het uitvoeringsprogramma waar we met elkaar komen te discussiëren. Dan heb ik directe ambtelijke ondersteuning. Want ik moet het nu even doen met een stukje geheugenverlies. Dat zit helaas wat verder van mij verwijderd. En als u het goed vindt, gaan we daar met elkaar de discussie over de verdere maatregelen ten aanzien van aanpassing en uitvoering. Ja. En dan gaat het over van waar staat het dat er geen geld is. Onder het kopje financiën, er staat bij meneer Dunnewind indicatief aangegeven voorbeelden. Dat de financiële middelen ons ontbreken en dat we bij de BRAP, de aanstaande kadernota en de begrotingen voor de jaren daaropvolgend met voorstellen moeten komen. Dus dat staat in een stuk. Dan ga ik naar meneer Wind. Meneer Wind, waakzaam en volhardend. Formeel hebt u 100% gelijk in de beslispunten. De heer Katerberg die deelde nog een duw uit door te zeggen van daar zul je dan wel een bestemmingsplan voor moeten wijzigen. Hij ligt daar. Vroeger was het zo, in 92 zat hij erin. Dat is er in 2009, 7, is dat er uitgefietst. Dus een bestemmingsplanwijziging zou dan een logisch gevolg zijn om die weg mogelijk te maken. Maar er komt helemaal geen onderzoek naar die weg. Dus formeel, juridisch hebt u helemaal gelijk. Feitelijk heeft meneer De Jonge gelijk. Meneer Dunnewind, wij blijven van mening verschillen ten aanzien van de mobiliteitsladder. Dat mag u mij een keer komen uitleggen. En dan gaat het over de aansluiting in de PIP. En dan moet ik even weer datzelfde stukje waar ik net citeerde erbij pakken. Het gaat niet zozeer alleen maar om het tunneltje, maar het gaat ook om de aansluiting. En de aansluitingen komen voor zover wij hebben, bij VAS heb ik het dan over. Hè. Als je die aansluitingen wilt realiseren, komen wij buiten het PIP-gebied. Voorzitter, volgens mij, als ik het goed begrepen heb van de kenners, dan is daar in de eerste PIP een viaduct voorzien zonder op- en afritten. Alleen iets om eroverheen te rijden en aan de andere kant via de parallelweg door te rijden richting om en richting de rotonde. Dus zonder op- en afritten. Voor zover mijn informatie nu strekt, is het niet alleen een kruisen van de weg, maar moet er ook aansluiting worden gerealiseerd. Daarom de vraag van over welke versie hebben we het? Dan heb ik het over de laatste versie. Wat nummer is dat? Wat nummer? Ja. Mag ik u vragen, samen met het ambtelijke apparaat nog eens een keer gaan we doen. Dan had u nog eentje over. Er is wel al een PIP-wijziging aangekondigd. En als u
helemaal geïnformeerd bent, dan weet u dat dat gaat over de technische uitvoering. Het gaat over bijvoorbeeld welk type asfalt. Daar wordt aanpassing gemaakt, want ik dacht dat in een vorige versie nog stond van fluisterafval, asfalt, en dat het gaat gewijzigd worden in stil. Dat soort technische aanpassing. Voorzitter, en daarmee denk ik dat ik mijn deel beantwoord heb. Dat denk ik. Dan kan ik in ieder geval constateren dat de wethouder een toezegging heeft gedaan, namelijk om met liefhebbers over kaarten te gaan hangen. Andere liefhebbers neemt hij graag mee op excursie naar Duitse aansluitingen. En overigens heb ik nog een tweetal amendementen en een motie. En de amendementen brengen wij in stemming alvorens wij over het voorstel zelf spreken. Daarna zouden wij de motie moeten doen. Het amendement van de fractie van D66 is het verst strekkend. Dus het amendement breng ik als eerste in stemming. En dat vraagt u te besluiten in het voorliggende besluit, de verkeersvisie, aan te passen de passage dat de prioriteit van de verschillende verkeersmobiliteiten in het centrum van Ommen wordt als volgt vastgelegd. Prioriteit wordt gegeven aan voetgangers en fietsers. En gemotoriseerd verkeer kent de laagste prioriteit, wordt gezien als gast in het centrumgebied. Wie is voor dit amendement? Voorzitter, mag ik een stemverklaring geven? Ja, dat mag, mevrouw Schunselaar, VVD-fractie. Ja, ik heb eventjes het kaartje erbij gepakt. Want ik denk, wat wordt er nu bedoeld met het centrum van Ommen? Als bedoeld wordt met het centrum van Ommen, zoals het hier op de plattegrond van Ommen staat. Dus er is Gasthuisstraat, Vassenestraat en dus tussen Julianastraat in, dat stukje wat echt centrum is. Dan begrijp ik, dan kunnen we meegaan. Als meneer De Vries zegt, en dat heb ik gehoord, Robert zegt, centrum, dat moeten we nog wel eens kijken hoe ver dat wordt. Dan zijn wij tegen deze motie. Dank u wel. Amendement, excuses. Jongens, zou ik nog mee? Ja, voorzitter, ik sluit mij aan bij mevrouw Schunselaar, want het amendement wat er zo hier ligt is multi-interpretabel. Daar kun je geen kant mee op. We kunnen ons best vinden in de uitgangspunten, maar zolang we niet definiëren waar we het over hebben, is het een amendement die, daar kun je alle kanten mee op. Dus dat kunnen we niet steunen op die manier. Dank u wel. Anderen nog? Anders ga ik over de stemming. Nogmaals, wie is voor het amendement? Dat zijn de fracties van de ChristenUnie, Partij van de Arbeid, D66 en CDA. Dat is een meerderheid. Dus betekent dat het amendement is aangenomen. En dan kom ik bij het amendement van de VVD. Amendement van de VVD luidt om in punt 2 aan te vullen het volgende. Dat er gezorgd moet worden dat er geen ontwikkeling in het zoekgebied plaats hebben die een mogelijke autoverbinding tussen Dantenweg en Balkenweg in de toekomst blokkeren. Is iemand daarover iets te verklaren? Niet. Wie is voor dit amendement? Fractie VVD en ChristenUnie. Wie zijn tegen het amendement? CDA, VOV, D66, LPO en Partij van de Arbeid. Verworpen. Dan kom ik bij het raadsvoorstel zelf. Waarbij u wat voorgesteld de inspraaknota verkeersvisie voor kennisgeving aan te nemen. Geen onderzoek te doen naar het al dan niet doortrekken van de Dantenweg. De verkeersvisie duurzaam bereikbaar vast te stellen met inachtneming van punt 2. En indicatieve financiële consequenties vast te stellen, uitvoeringsprogramma mee te nemen in de eerste beheerrap 2017 en in de kadernota 2018. Wens iemand daarover iets te verklaren, de heer De Jonge? Ja, voorzitter, want het is een geamendeerd voorstel. Wij hebben tegen het amendement gestemd. Dat betekent, dat is vrij lastig, want dit heeft wel een invloed op het stuk. En zoals ik al aangegeven heb in mijn betoog, staan wij achter de visie die in het amendement staat. Alleen bij problemen hebben we bij de uitvoer. Dus wij zullen voor het besluit stemmen en daarbij op terugkomen bij het uitvoeringsprogramma van op welke wijze de aanpassingen nodig zijn om dat te bereiken wat D66 wil. Want dat is voor ons in ieder geval de basis om het tot het succes te laten leiden. Nee, ik heb het over het voorstel van D66. Anderen met een stemverklaring? Ja, de heer De Vries Robles. Misschien mag ik dan nogmaals reageren op wat de heer De Jonge zegt. Want het voorstel is juist bedoeld om in de uitvoeringsfase met elkaar te discussiëren over welke maatregelen we nemen. Kort, maar om te voorkomen dat we de discussie overnieuw doen, was stemverklaring. Wie is voor het voorstel? Nee, voorzitter. Mevrouw Schunselaar. Ik zou nog graag een stemverklaring willen geven. Ik wil mij eigenlijk aansluiten bij datgene wat de heer De Jonge gezegd heeft.
ten aanzien van een geamendeerd voorstel. Wij zijn wel voor het voorstel. Dank u wel. Dan kijk ik nog één keer goed of iemand anders nog een stemverklaring heeft. Dat is niet het geval. Wie is voor het raadsvoorstel? In geamendeerde vorm weliswaar. Dat zijn de fracties CDA, VOV, D66, VVD, Partij van de Arbeid, LPO en ChristenUnie. Daarmee is het unaniem aangenomen. Dan heb ik nog de motie van de Partij van de Arbeid. Voorzitter, als mag wil ik daar graag op reageren. Als het zo is, wat blijkt uit de eerste en tweede termijn, dat het al dan niet steunen van de motie zuiver besloten ligt in het tijdstip waarop deze wordt ingediend, ben ik bereid deze motie nu in te trekken en aan te houden tot de vergadering van 29 juni aanstaande. Ik kan natuurlijk niet voor alle fracties spreken, maar als dat zo is, dan zou je dat misschien als woordvoerder even kort kunnen bevestigen. Dan kunnen we verder met de vergadering. De heer Dunnewind, CDA. Het lijkt ons een goed plan, voorzitter. De heer De Jonge is daar ook mee eens, zie ik, instemmend. Wij delen die mening. Rob Les ook, D66, VVD ook, LPO ook en ChristenUnie ook. Dan is de motie aangehouden tot een later moment wanneer het uitvoeringsprogramma aan de orde is. Dan ronden wij dit agendapunt af en gaan wij vliegensvlug met grote vaart, gezwinde spoed, terwijl de tweede plaats van het voorzitter zich naar voren begeeft, verder met het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Ik draag het voorzitterschap van de vergadering over. Aan de orde is agenda punt 7, geactualiseerd inkoopbeleid. U heeft daarvan de stukken gezien en ik heb begrepen dat een goed voorzitter rekening houdt met hetgeen de griffier hem heeft gezegd. En deze voorzitter houdt met nog meer rekening. En die geeft ter bespreking, want ik neem aan dat elk van de fracties hier toch wel opmerkingen, kanttekeningen bij wil plaatsen. Aan de VOV, de heer De Jonge, geef ik als eerste het woord. En hij heeft beloofd dat kort te doen. Ja, voorzitter, ik heb inderdaad een consensus naar u gedaan om het kort te doen. Want ik had een heel verhaal op papier staan, maar ik heb begrepen dat andere fracties een soort gelijk verhaal hebben wat aansluit bij het betoog van de VOV. Dus ik zal het zeker kort houden. Maar ik heb allereerst een vraag, want dat ben ik vergeten bij de vaststelling van de agenda te doen. Voorzitter, ik heb de vraag aan de portefeuillehouder of wij dit stuk wel kunnen behandelen. Want voorzitter, als je kijkt bij het beoogde effect, gaan wij een besluit nemen over de gemeente Hardenberg. En daar ben ik niet van plan. Dus dat is mijn vraag en misschien, voorzitter, dus ik stel voor om dit stuk terug te trekken, want dit kunnen wij in mijn optiek niet te behandelen. Ik blijf even achter de tafel staan als u het goed vindt en misschien, voorzitter, via u kunt u de portefeuillehouder in de gelegenheid stellen om daarop te reageren. Gewillig als deze voorzitter is, wil ik de portefeuillehouder die vraag wel doorspelen, als u daartoe voelt. De heer De Jonge heeft scherp geconstateerd dat er een fout in het voorstel is geslopen, helaas. En het klopt inderdaad dat onder beoogd effect staat regelmatig een doelmatige inkoop door de gemeente Hardenberg. Dat moet vanzelfsprekend de gemeente Ommen zijn. Ik snap dat een aantal onder u het op zich best een uitdaging zou vinden om iets over de buurgemeente te besluiten. Maar dat kan helaas niet. Dus dit is een zeer vervelende omissie die niet had mogen plaatsvinden. Waarvoor excuses. Maar dan moet u lezen gemeente Ommen. En wat mij betreft zou de bespreking verder plaats kunnen vinden. De heer De Jonge heeft het woord. Voorzitter, ik begrijp hieruit dat het college nu met een geamendeerd voorstel gaat komen, waarin Ommen geschrapt is voor Hardenberg. En voorzitter, reagerende op de voorzitter, wij zijn van mening dat het gemeente, de gemeenteraad en wel het gemeentebestuur van Hardenberg geen enkele zeggenschap over Ommen heeft. En ik zou de zeggenschap over Hardenberg hier in deze raadzaal ook niet willen hebben. Voorzitter, dan heb ik beloofd het zeer kort te houden. Dat zal ik ook even doen. Want wij hadden nog een aantal punten in de commissievergadering aangegeven waar geen antwoord op is geweest. En die zou ik nog wel graag van de portefeuillehouder willen hebben. En dat gaat over het stuk van de rekenkamercommissie, waarin staat dat wij een lering moeten trekken uit de inhuur. En vanuit die leerling er zorg voor kunnen dragen dat wij zo veel kennis hebben dat we minder inhuur hoeven te doen in deze. Dus op welke manier gaat u dat bereiken? En het tweede, voorzitter, was de toezegging dat er een stuk zou komen waarin staat op welke wijze we omgaan met de aanbestedingsbeleid, dus de betrekken van lokale ondernemers erin. Dat stuk heb ik nog niet gezien. En ik zou aan u willen vragen van
Waarom is dat stuk er nog niet? Voorzitter, aan de portefeuille houden dan. En ten tweede van, kunt u het stuk nu nog aan ons presenteren? Of hoe gaat u daarmee om? En ik heb beloofd, voorzitter, om de rest van mijn betogen over te laten aan de andere fractie waar ik over gesproken heb. Die, waar ik de garantie op gehad dat ze het stuk uit mijn betoog mee zullen nemen. Dank u wel. Ik dank u wel. Een geruststellende opmerking dat niet in het raadsbesluit onze buurgemeente wordt genoemd, maar in de toelichtende stukken, dus dat scheelt alweer. Als volgende zou ik willen uitnodigen de... In mijn stukken niet. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ja, bij het aansnijden van dit onderwerp, daar had ik toch eigenlijk wel een... eerlijk gezegd wel een paar uur... spreektijd willen hebben, want als we kijken wat het inkoopbeleid, of beter zeggen wat de inkoopsom betreft ten aanzien van onze totale budget, dan is dat een substantieel deel. En ik vind als we over een substantieel deel van onze middelen bespreken, dan mogen we daar, als we daar beleid over willen uitoefenen en ook in de uitvoering goed willen zijn, mogen we daar ook wel aandacht aan geven. En daar is ook alle aanleiding toe, voorzitter. Oh, hij springt even weg. Ik zal mijn spreektijd beperken en ik heb een aantal onderwerpen die ik wel wil aansnijden. En dat betreft enerzijds onszelf als raad, voorzitter, en voor een deel heeft het betrekking op het college en op het voorstel. Laat ik beginnen, voorzitter, met het waarderen dat het actualiseren en het doorvoeren van een aantal wijzigingen van het inkoopbeleidstuk een goede zaak is en bevordert het verder professionaliseren van de inkoop binnen onze gemeente. Wel was ik, in navolging van de jongen, eventjes de weg kwijt toen ik in voorbereiding de behandeling van deze notitie het overzicht van wijzigingen in het raadsvoorstel geactualiseerd inkoopbeleid las. Nou ja, goed, het is al geconstateerd. Je leest Ommen in plaats van Hardenberg. Wishful thinking of een behoorlijke slordigheid. Jammer. Maar goed, we gaan verder. Zoals ik al aangaf, er zijn duidelijke verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld ten aanzien van de informatievoorziening en het betrekken van de raad. Wat ik minstens zo belangrijk vind, is dat het terecht in het raadsvoorstel vraagtekens worden gezet bij het opnemen van allerlei termen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, social return van 5%, lokale regionale partijen. Niet dat wij daar idealiter tegen deze doelstellingen zijn, maar het moet wel hanteerbaar zijn. Wat is bijvoorbeeld een regionale partij? Is dat ook een nevenvestiging van een grote landelijke speler? Ik zou geen sluitende definitie hiervoor kunnen geven. En hoe zet je die doelstellingen tegenover elkaar af? In dit verband moet de raad als kaderstellend orgaan eens bij zichzelf te raden gaan. Want we kunnen natuurlijk wel allerlei mooie populistische doelen formuleren, waarbij we bijvoorbeeld niet meer spreken van duurzaam, maar tegenwoordig spreken van circulair inkopen met footprints. En zo buiten we over elkaar heen als raadsleden om wie heeft de mooiste term en wie heeft de beste populistische slogans om daarmee in de raad iedere keer op terug te komen. Het uiteindelijke doel van het beleid is natuurlijk niet dat is wie heeft de mooiste slogan, maar dat we het inkoopbeleid zodanig formuleren en zodanig uitvoeren dat we daar als gemeenschap van Ommen baat bij hebben. En dat mogen we als raad ook wel eens aantrekken. Maar minstens zo belangrijk, voorzitter, is wat maken wij nou in de praktijk mee van de beleid op het gebied van inkoop? Mooie voornemens, pagina's vol. Ik denk dat daar nog wat een en ander aan te verbeteren valt. Ik zal me vanavond beperken tot een tweetal aspecten waar wij als gemeente Ommen nog winst kunnen behalen. Als eerste het inkopen van ondersteunende diensten. Wees gerust. Ik zal niet gaan over de omvang van de in te kopen diensten. Het gaat mij om de kwaliteit van de in te kopen diensten. Vaak worden diensten ingehuurd ten behoeve van grotere projecten. En daar is op zichzelf niets mis mee. Maar geef wel aan dat het aanbestedingsbelang enorm kan zijn. Het afbreukrisico bij een slechte dienstverlening kan enorme effecten hebben. Wij pleiten er dan ook voor om bij het bepalen van de juiste inkoopprocedure de opdrachtwaarde te wijzigen van €50.000 naar €25.000 voor diensten. Op deze wijze brengen we onze ondersteunende inkoopafdeling eerder in stelling
en kan er op een professionele en transparante afweging gemaakt worden tussen de verschillende aanbieders van diensten. We hebben allemaal gezien wat voor catastrofale gevolgen er waren bij de onvoldoende toetsen van de solvabiliteit bij het aanbesteden van de vernieuwbouw van de Vechtalcollege. Dan een ander aspect van inkoop. Ik heb een vraag aan het college, maar ook evenzo aan de collega's in de raad. Heeft iemand enig idee hoe vaak het woord transparantie in het inkoopbeleid voorstel terugkomt? Niet. Nou. Ja, twee keer de helft, klopt. Ik heb in ieder geval 13 keer kunnen toetsen, of in ieder geval kunnen turven. Maar goed, dan mag je toch ook aannemen dat je het transparantie iets heel belangrijks vindt. Anders ga je dat niet noemen. Je moet toch ook een doel hebben, een functie hebben. En dan zeker als je in ogenschouw neemt dat onze tweede hoofdfunctie als raad is niet alleen het kader stellen, maar ook het controleren van het uitvoerend beleid. Tja, voorzitter, en dan schieten we nog echt de tranen in de ogen wanneer we een voorbeeld nemen van de vernieuwbouw van het Vechtdal. De onvoldoende toetsing van de solvabiliteit van de gekozen aannemer bleef de Ommegemeenschap met meer dan 170.000 euro verlies. Waar dat geld natuurlijk voor leuke andere dingen kunnen gebruiken in Ommen. Naar aanleiding daarvan heeft de LPO verschillende wijzen om meer informatie gevraagd over het gelopen proces en over de precieze geldstromen. Op alle vragen die wij gesteld hebben is nauwelijks of niet geantwoord. Vaak beroepen op geheimhouding. Zelfs een formeel verzoek, een WOP-verzoek, wet openbaarheid bestuur, werden niet beantwoord of met de grootste minachting en brutaliteit beantwoord met de vraag is geen antwoord, is geen vraag. Je moet maar durven. Ik herhaal nog even de LPO-vraag. De vraag was hoeveel en op welke wijze is gebruik gemaakt van de bankgarantie waarop Van Dijkbouw de aanbesteding heeft gekregen? Antwoord van het college. Uw vraag is geen verzoek voor meer informatie en kan derhalve niet beantwoord worden. Wat houdt het woord transparant dan nog in het beleidsnotitie? Is het alleen maar window dressing? Collega's, zeg maar. Het moet niet gekker worden. Voorzitter, nu het inkoopbeleid geactualiseerd gaat worden en ook de transparantie expliciet meermaals wordt genoemd, verwachten wij van het college dat zij ook een geactualiseerde houding gaan aannemen. En wel een actieve houding voor wat betreft de informatievoorziening richting de raad. Tot zover eerste termijn, voorzitter. Oh nee, waar even. Sorry. Ik had nog een amendement. Een praktisch amendement, zoals ik al aangaf, het inkoop van diensten is niet alleen een veel voorkomend iets, maar ook van enorme betekenis, de hefboomwerking. En wij denken dat het juist is om voor diensten niet het drempelbedrag van 50.000 euro te hanteren, maar al bij 25.000 euro. Een goede marktbenadering voor inkoop van diensten is van buitengewoon belang voor het te bereiken resultaat. Een scherpe prijs voor dienst zelf, maar ook de effecten van de ingekochte dienst, kunnen sterk van invloed zijn op de kwaliteit en prijs van het uiteindelijk gewenste resultaat. Daarmee heb ik eigenlijk al min of meer het amendement behandeld, voorzitter. Of moet ik hem nog eventjes letterlijk noemen? Hoe? Ik stel wel het dictum voor. Het dictum. Ja. Dat luidt, het voorliggende raadsbesluit vast te stellen met de volgende wijziging. Bij het bepalen van de juiste inkoopprocedure onder paragraaf 4.3 van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Ommen de opdrachtwaarde voor diensten te wijzigen van 50.000 euro en 25.000 euro. Aldus getekend, Al Bongers, fractievoorzitter, LPO. Dat was dus het eerste. Het amendement is getekend en wordt verspreid. Dank u wel. Mag dan alvast de volgende fractie uitnodigen van de ChristenUnie, de heer Marsman? Ja, meneer de voorzitter. Tijdens de commissiebehandeling 2 weken geleden zijn we uitgebreid ingegaan op de structuur van de conceptnota inkoop- en aanbestedingsbeleid. En we zien nu ook in de finale versie dat daar aanpassingen zijn doorgevoerd. Over de inhoudelijke proces hebben we nu een aantal opmerkingen. De fractie van de ChristenUnie heeft het
onderwerpen geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid voorbereid aan de hand van het rapport van de Rekenkamercommissie uit 2015. En daar lezen we in de hoofdconclusie het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen en de uitvoering daarvan voldoet in belangrijke mate aan de eisen die daaraan uit het oogpunt van rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid gesteld moeten worden. Er zijn wel relevante punten ter verbetering aangetroffen. Wel, deze conclusie, en dit ook gekoppeld aan onze taak als raadslid, maakt dat we uitkomen op een tweetal punten van aandacht. En de eerste is, zijn de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie goed verwerkt? En welke mogelijkheden hebben we nu eigenlijk als raad? Nou, over het eerste punt kunnen we kort zijn. Het gaat hierbij kort gezegd om de betrokkenheid en de zeggenschap van de raad bij het inkoop- en aanbestedingsproces. Met de verwerking van de aanbevelingen die hiermee in verband houden, kunnen wij uit de voeten. We vragen ons wel af of de teksten over duurzaamheid en sociaal return, hoe plausibel ook, nu niet zodanig op papier zijn gezet alsof het erop lijkt dat er ontkomen kan worden aan de wensen van ons als raad. Het is duidelijk dat de intentie is om wel degelijk de mogelijkheden te benutten, maar toch, we kennen de wegen die geplaveid zijn met goede voornemens. Des te belangrijker zijn de momenten om als raad een goed oordeel te kunnen vormen van de beleidsvoornemens en de uitvoering daarvan. En dat is naar onze mening ook de momenten om de vinger aan de pols te houden. Wel vinden wij dat zo'n informatiemoment, eens per jaar, dat vinden we eigenlijk wel wat aan de zuinige kant. Zou het niet wat zinvoller zijn om in ieder geval twee keer per jaar zo'n informatiemoment vast te leggen? Dat stellen we als vraag hier. En dan over de mogelijkheden van de raad. Daarbij citeren we opnieuw uit het rapport van de Rekenkamercommissie. Want daar staat, er is geen formele titel weggelegd voor een gemeenteraad om inkoop- en aanbestedingsbeleid vorm te geven. Anderzijds is in de wet en regelgeving nergens uitgesloten dat een raad de beleidsmatige uitgangspunten vaststelt op dit specifieke terrein. Dit bedrukt volgens ons nog maar eens de waarde van die informatiemomenten waar ik het net over had. Dit om na te gaan, bijvoorbeeld of onze wensen ten aanzien van duurzaamheid of sociaal return wel zijn toegepast en welk effect ze hebben. En dan tenslotte, meneer de voorzitter, en daar ga ik verder niks meer over zeggen, constateer ik nu, want het H-woord is al gezegd en ik ga daar verder niks meer over zeggen. Dat was het in eerste termijn. Ik zal niet vragen wat u met dat haar woord bedoelde. Het CDA. Ik denk de heer Katerberg. Gaat u gang. Ja, hij doet het. Ja, voorzitter, er is al veel gezegd. Hè. We zijn er eigenlijk al mee begonnen met de mededeling van wethouder Schelen dat de accountant geen bevindingen heeft op het gebied van de inkoop. Dat was in de commissievergadering nog opgemerkt door mijn collega mevrouw Bakelaar, dat ook dat eigenlijk bij de herziening meegenomen zou moeten worden. Goed, er is al veel gezegd. En ik zou ook nog een heleboel kunnen zeggen, maar ik wil het niet op mijn gebeten hebben om de laatste raadsvergadering van de portefeuillehouder en straks weer voorzitter over 11 uur heen te tillen. Want dat moet eigenlijk niet gebeuren, dus ik ga me beperken. Met betrekking tot de aanbevelingen van de Rekenkamer, die begint in feite met de beleidsbeschrijving. En dan wordt er gezegd van breng de doelstelling van inkoop en aanbesteding en de werkwijze bij alle inkopers onder de aandacht en zorg dat zij zich over alle uitgangspunten verantwoorden. Mijn vraag zou zijn, als wij veel meer tijd gehad hadden van, portefeuillehouder, vertel eens van hoe gaat dat nou precies in zijn werk. Maar ik heb een ander voorstel. Wij kunnen via de agendacommissie eens een keer proberen om een bijeenkomst te beleggen over het inkoop- en aanbestedingsbeleid. En dan heel praktisch aangeven van hoe gaat dat proces nou en hoe zijn een aantal dingen geborgd. Collega Masman gaf het zo net eigenlijk ook al aan van het informeren van de raad. Wij hebben dat, dacht ik, in de commissievergadering ook aan de orde gehad. En toen is er gevraagd van, worden we nou vooraf of achteraf geïnformeerd? We worden vooraf geïnformeerd, is toen de toezegging geweest. En, maar graag vernemen we hoe de informatievoorziening richting de raad nu exact gaat lopen. Komt het op korte termijn of op lange termijn? Agenda. Dan de beleidsuitvoering.
In de beleidsuitvoering is aangegeven dat een jaarplanning van aanbestedingen helpt daarbij, hè, bij bepaalde problematiek. Wij zouden die jaaragenda graag willen ontvangen. En al van 2016, want als het goed is, is die er. Of 2017, want als het goed is, dan is die er nog. We hebben in de commissievergadering ook aangegeven dat we veel waarde hechten aan duurzaamheid en SROI. Ook de lokale economie, daar hebben wij aandacht voor gevraagd. En dan kunnen we wel moeilijk doen van, ja, wat is lokaal? Maar wij vinden het eigenlijk niet kunnen dat als er hier een verkiezingsbijeenkomst is, dat er een cateraar van buiten de gemeente Ommen is. Dat kunnen we in Ommen zelf. Dus lokaal is afhankelijk van de situatie in onze beleving. In hoofdlijnen is het wat ons betreft akkoord, voorzitter. En we zijn benieuwd of die informatieavond er kan komen. Ik wou zeggen dat dat zullen we horen van de portefeuillehouder, maar die gaat daar geloof ik niet over. Volgens mij bepaalt de agendacommissie dat. Ik wilde D66 het woord over iets anders geven. Wie van D66 mag ik vragen? De heer Mors, gaat uw gang. Ja, maar nu even niet. Dank u zeer, voorzitter. In de technische voorbesprekingen met de ambtenaar en tijdens de commissievergadering is door D66 al heel veel gezegd over het inkoopbeleid. Een aantal zaken zijn aangepast. En dat hebben we ook gezien in het overzicht van de wijzigingen. Alleen helaas, daar staat ook weer het H-woord in. En er zijn een aantal toezeggingen gedaan, waaronder de jaarlijkse terugkoppeling aan de Raad. We hebben het al eerder aangegeven, het inkoopbeleid is netjes, maar mist op een aantal punten de echte drive. Er is gekozen voor de toepassing van het VNG-model. En een groot deel van Inkopend Nederland vindt dat inkoopmodel een draak. Zo begint het met een voorwoord, een inhoudsopgave, een inleiding, dan nog een paar algemeenheden, dan nog het juridisch kader wat algemeen bekend geacht moet worden. Het VNG-model is trouwens ook geen statisch model, want hij is inmiddels alweer een beetje aangepast. En aanpassingen die mis ik nu ook in het inkoopbeleid wat wij nu hebben voorliggen. Bijvoorbeeld het juridisch kader rondom de gidsproportionaliteit, daarover later meer. Maar pas op pagina 10 van 15 wordt er wat geschreven over de ethische en ideële uitgangspunten waar we als gemeente om een verschil kunnen maken op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord inkopen, sociaal return en dergelijke. Wat ons betreft had dat steviger neergezet mogen worden. Bijvoorbeeld door in het beleid te bekrachtigen dat wij ook daadwerkelijk het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen gaan ondertekenen. Tijdens de commissievergadering is al toegezegd dat er nog dit jaar een voorstel zal komen richting het college over dat manifest maatschappelijk verantwoord inkopen. Wij verwachten de rapportage hierover af bij de jaarlijkse terugkoppeling naar de Raad. En indien nodig, dan zullen we daar toch nog wel een motie over indienen. Dan. Bij de economische uitgangspunten wordt nog gesproken over vrij rigide grensbedragen. De 50 dan wel 150, dan wel 25.000 euro. Met slechts in de kantlijn de gidsproportionaliteit. Het is ons bekend dat in de afgelopen maand wederom in de Tweede Kamer is gesproken over die gids. En deze gids is daadwerkelijk verplicht gesteld. En naar verwachting zal binnenkort ook andere bedragen worden vastgelegd in de gidsproportionaliteit. Dat heeft dan ook invloed op het inkoopbeleid van de gemeente Assen, want gids is wet. Dus wij zullen ons daaraan moeten houden. Dat is het A-woord, denk ik. Viel niet net een A-woord in plaats van een O-woord? Mijn excuses. Dat lijkt redelijk veel op elkaar, moet ik eerlijk zeggen. Af en toe, ja. Sorry. Onze lokale ondernemers mogen we zeker niet uit het oog verliezen. En het is al even ter sprake gekomen. En juist bij kleine inkopen, waarbij we verschillende leveranciers binnen onze gemeentegrenzen hebben, zoals de horeca, bloemisten, maar er zijn ook nog andere zaken die we lokaal kunnen inkopen, zouden we kunnen denken aan een soort roulatiesysteem.
Juist om iedereen een kans te geven en niet te discrimineren. Want inkoop gaat over transparant, objectief, non-discriminatoir en proportioneel. Wellicht onderbelicht in het inkoop- en aanbestedingsbeleid is de visie op de manier van beoordelen en gunnen van opdrachten bij meervoudige aanbestedingen. Het staat nu wel bij de juridische uitgangspunten en bij de toelichting op MVI slechts aangetipt. Maar hoe is het nou daadwerkelijk ook gewaarborgd dat we bij aanbestedingen ook niet alleen maar kijken naar de laagste prijs, maar juist ook naar de andere aspecten van MVI, zoals duurzaamheid en levensduurkosten. Al het overige is al in de commissie behandeld en we wachten met spanning af hoe het inkoopbeleid zal uitpakken voor de gemeente Ommen. En wat dat betreft zeggen we, gaan er gewoon mee aan de slag. En de proof of the pudding is de eating. En we wachten dus de rapportage en de terugkoppeling straks met spanning tegemoet. Dank u zeer. En ik dank u voor uw bijdrage. De VVD, mevrouw Lagasseek. Ja. Dank u wel, voorzitter. Er zijn natuurlijk al heel veel vragen gesteld en we proberen het echt een beetje kort te houden nu. Inkoop en aanbesteding, waar gaat het om? Het doel is goede producten te krijgen van een goede kwaliteit tegen een goede prijs. Waarbij wij ook proberen om de lokale en regionale ondernemers een kans te geven. Dat zijn de hoofddoelen natuurlijk van het goed inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarnaast heeft de Rekenkamer ons natuurlijk een aantal aanbevelingen gedaan. En we zien dan ook heel graag bij de evaluatie van de jaarlijkse evaluatie van het inkoopbeleid een vertaling van die aanbevelingen terug. Want alleen dan kun je het volgen op de manier waarop we het zouden moeten volgen met elkaar. De VVD wil nogmaals toch zeggen dat we het wat jammer vinden dat, ondanks het feit dat er altijd een jaarlijkse, meerjaarlijks contacten zijn met de ondernemersvereniging, zij niet direct betrokken zijn geweest bij het opstellen van dit beleid, pas bij de eerste evaluatie betrokken zullen zijn. Een van de dingen die belangrijk zijn is die MVI-aanbesteding die op die gunningscriteria stuurt. Nou, wij zijn ons ervan bewust dat dat ontzettend veel aandacht vraagt van de wederzijdse partijen. En dat het heel erg belangrijk is om de uitgangspunten daarin juist richting die belanghebbende partijen te formuleren. U geeft aan de gemeenteraad per jaar op hoofdlijnen te informeren. Nou, er werd net een voorstel gedaan om dat twee keer per jaar te doen. Misschien wat veel. Misschien kun je iets melden bij een BRAP-moment als dingen uit de pas lopen. Maar ik zou ons ook niet over willen overvoeren met evaluaties. Maar wat we wel belangrijk vinden en interessant vinden, wat gaat u ons dan vertellen? We hebben daar en daar ingekocht voor dat geld en daarvoor is het uitgevoerd. Of het is hartstikke tegengevallen. We zijn er achteraf achter gekomen dat dit niet zo'n goede keuze is geweest. Want het is ontzettend belangrijk om te kijken, wat is nou die meetbaarheid dan van die evaluatie? En hoe hebben we aanbesteding of de inkoop gedaan? Dus de uitvoering daarvan moet wel een bepaalde vorm hebben, want anders dan kunnen we daar in de evaluatie niet zo heel erg veel mee. Dus kortom, tot slot, kwaliteit, prijs, lokale en regionale ondernemers een kans geven. En transparantie, het is al eerder genoemd in het te voeren beleid. En we zijn inderdaad ook benieuwd naar de eerste evaluatie en naar de eerste reactie ook van de ondernemersverenigingen op dit beleid. Nog even een reactie op het amendement wat door de LPO is ingediend. Dat kunnen wij steunen. Ik dank u wel. De portefeuillehouder heeft het woord. Nee, nadat de heer Moerman zijn bijdrage heeft geleverd, moet ik mezelf laten uitspreken. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in het beleid wordt voorgesteld elke drie jaar een evaluatie te houden en de gemeenteraad één keer per jaar te informeren op hoofdlijnen. Aangezien de inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient de gemeente om er continu bezig te zijn met het doorvoeren van verbeteringen in de inkoopprocessen en het verder professionaliseren van haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het lijkt mij dan ook dat de koppeling van het informeren van de raad en de evaluatie eens per jaar hiermee legitiem is. Voorzitter, een goed punt is om het situationeel per aanbesteding de duurzaamheidscriteria te bepalen. Maatwerk vinden wij belangrijk. Evenals het verhogen van het aantal lokale regionale partijen dat bij een meervoudige onderhandse procedure worden uitgenodigd. Ook het stimuleren van participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces, de zogenaamde social return. En de voorzitter, nog een opmerking over het stuk zelf. Er staat bij het hoofdstuk Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, pagina 8.3,
Er staat bij het vertrouwensbeginsel een voorbeeld. Er staat bijvoorbeeld naar een duidelijke toezegging. Omdat er wordt gesproken over dat de burger er recht op heeft, moet dit punt en dus ook dit voorbeeld wel erg duidelijk weergeven wat hiermee bedoeld wordt. Mijn zin is het niet het geval, is dit voorbeeld niet verduidelijken, maar eerder zeer verwarrend. Het voorbeeld schrappen is ook een optie of duidelijker aangeven van wie en hoe. Voorzitter, eerste termijn, dank u wel. Ik dank u wel. Ja, en dan nu de portefeuillehouder. Gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel voor het woord. Het is toch prachtig om de laatste raadsvergadering waar ik als portefeuillehouder mag acteren te mogen afsluiten met dit geweldig, prachtige, energieke, inspirerende, belangrijke onderwerp. Inkoop- en aanbestedingsbeleid. En gaandeweg zo de eerste termijn in de raad en ook wel een beetje geluisterd en gehoord de commissievergadering, dacht ik, het is toch wel jammer dat ik niet persoonlijk de presentatie in de tijd van de Rekenkamer heb bijgewoond. Want ik denk dat dat voor een hele hoop van u de bron is geweest, toch wel voor wat u vandaag ook aan de dag legt aan de bijdrage. Want over het algemeen is in ieder geval mijn ervaring dat dit niet een onderwerp is wat het meest tot de verbeelding spreekt. En dat doet overigens het onderwerp geen recht, laat ik dat ook maar zeggen. Want het is wel degelijk, denk ik, dat u collectief de vinger legt bij het punt, namelijk dat dit wel heel wezenlijk is voor een hele hoop dingen die we doen. En dat er ook gewoon nadrukkelijk dingen te verbeteren waren. Hè, dat is ook iets wat de Rekenkamercommissie constateert en waar de Rekenkamercommissie ook aanbevelingen voor doet. Waarvan ik denk en overtuigd ben dat we die ook opgevolgd hebben in dit stuk. Maar wat natuurlijk ook, een aantal van u heeft er ook terecht op gewezen, iets is wat in continue ontwikkeling is en wat ook niet vandaag tot stilstand is gekomen. Ik denk dat de heer Mors nog eens terecht erop wees dat ook het VNG-model alweer is aangepast en dat we daar dus ook alert op moeten zijn. En laat ik ook maar zeggen dat ik me aantrek dat u eigenlijk wat de passie mist in dit stuk. Het is natuurlijk niet leuk om hier mijn bestuurlijke periode af te ronden met een gebrek aan passie, maar ik trek me dat wel aan. En ik denk ook dat het college zich dat ook aantrekt en dat wij ook moeten kijken hoe we in het vervolg toch wat nadrukkelijker proberen tot uitdrukking te brengen, ook in de stukken die wij u sturen, te laten zien wat het belang is van dit onderwerp en dat wij ook proberen daar goed vorm aan te geven. En natuurlijk moeten we daarbij voorkomen dat we ook kleine foutjes maken, want die bevestiging van niet het beeld dat we dat op de goede manier willen doen. Dus daarvoor nogmaals excuus, dat heb ik ook in de eerste reactie op de heer De Jong al gezegd. Ja, tegelijkertijd denk ik dat een hele hoop dingen wel geadresseerd zijn in het stuk. En dat die ook wel degelijk bij de kop zijn gepakt en dat ook gepoogd is om het inkoop- en aanbestedingsbeleid te laten werken. En in de bespreking die ik ook daarover heb gehad, voordat het naar het college ging en ook later nadat het in het college is vastgesteld en in uw richting ging, hebben we daar natuurlijk ook met de afdeling over gesproken. En ik zie wel degelijk een tendens waarin we oog hebben voor die professionalisering en ontwikkeling die gewoon nodig zijn. En die ook aansluit bij het maatschappelijk debat en het politieke debat dat hier plaats heeft. En dat stoelt eigenlijk op twee dingen, zou je kunnen zeggen. Het ene is, hoe komen we nou tegemoet aan de wensen en de ideeën van de gemeenteraad? Bijvoorbeeld als het gaat om social return, als het gaat om lokaal aanbesteden, als het gaat om duurzaamheid. Belangrijke thema's die hier in de raad en door het college worden gedragen. Enerzijds, maar anderzijds ook, hoe hou je het nou de administratieve lasten ook beheersbaar? Dus hoe zorg je nou dat je niet onnodig partijen confronteert met zaken die eigenlijk wat ondoenlijk zijn. Nou, daar moet je een balans in vinden. Ik heb ook geprobeerd in de commissie uit te leggen waarom we naar dit systeem zijn gegaan, waarbij we op macroniveau misschien de doelstellingen een klein beetje los lijken te laten. De heer Marsman vroeg daar ook aandacht voor, nadrukkelijk. Maar waarbij we op microniveau natuurlijk wel heel erg goed gaan kijken hoe kunnen we dat nou doen. En dat is een bevoegdheid van overwegend het college. Dat geef ik u direct na, maar het college moet zich wel hier verantwoorden. En misschien was de heer Bongers wel het meest uitgesproken in zijn opvatting. En er zat ook een stukje beleving in waar ik niet al te nadrukkelijk op inga, als u me dat niet kwalijk neemt. Want ik denk dat vooral de bedoeling was om het verhaal nog eens een keer onder de aandacht te brengen. Maar er zit voor het college wel iets in van op het moment dat we hier terugkomen bij uw raad, dan hebben we heel goed tussen de oren wat u belangrijk vindt. Dus het zou natuurlijk heel raar zijn dat we hier terugkomen met een terugkoppeling. Nou, we hebben een geweldige inkoopperiode achter de rug, maar ja, we hebben niks aan social return gedaan. Ja, en duurzaamheid, ja, we vonden het wel mooi, maar daar doen we niks. Dat kan natuurlijk niet bestaan. Dus dat betekent dat wij hier wel terug moeten komen in de jaarlijkse rapportage met een goed verhaal over dat we op dat niveau waarop we dat collectief denk ik belangrijk vinden, ook daadwerkelijk hebben gepresteerd. Maar de ene aanbesteding leent zich daar wat beter voor dan de andere.
En ik denk dat we grosso modo daar een goede weg in moeten vinden en dat hier ook moeten verantwoorden. Ik heb er ook de vertrouwen in dat dat moet kunnen en dat dit nieuwe beleid juist de instrumenten biedt om dat op een verantwoorde manier te doen. Niet alleen voor de overheid, voor ons, maar juist ook voor aanbestedende partijen. Dan toch even die rapportage. Moet dat nou één keer per jaar of vaker? Daar worstel ik een beetje mee, zeg ik u maar heel eerlijk. Omdat ik ook vaak van u hoor dat u de hoeveelheid informatie misschien wat te royaal vindt. En het aanbod van werk dat u krijgt misschien alles wat te vaak eerder te veel dan te weinig is. En dan is de vraag hoe we dit het beste kunnen doen. Ik zou toch gewoon ervoor willen pleiten. Niet uit onwil, maar ik denk gewoon omdat het verstandig is om goed aan te sluiten bij de PNC-cyclus. En één keer per jaar echt expliciet stil te staan bij dit thema. Dan komt die verantwoording wel gewoon in het normale stramien mee. Maar één keer per jaar zeggen we hier collectief, dan gaan we er dus echt heel goed naar kijken. En daar zou je best een aftrapping kunnen geven. Dat vond ik wel een aardige gedachte van de heer Katerberg om te zeggen, laten we nou eens één of twee of drie fictieve voorbeelden bij de kop pakken. Hoe gaat dat nou? En dan krijg je ook een beetje gevoel met elkaar van hoe gaat dat nou in de praktijk. Ik vind dat eigenlijk wel een mooie suggestie om te doen. En dat hoeft ook voor mij helemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn. Lokale ondernemers die zijn het college lief. En wij moeten ons natuurlijk houden aan de wet en regelgeving. Maar daar waar er mogelijkheden zijn, hebben we ook gezegd, willen we nadrukkelijker naar lokale ondernemers kijken. En de commissie is daar ook over gesproken. En die mag ons daar ook op aanspreken, of we dat in de praktijk hebben gedaan. Of dat er uiteindelijk toe leidt dat er meer lokale aannemers werk krijgen. Ja, dat ligt natuurlijk uiteindelijk ook vaak aan de aanbesteding. Maar daar zijn we natuurlijk niet op tegen. Beslis niet, zou ik zeggen. De heer Moerman vond het voorbeeld wat ongelukkig. Die wou het schrappen. Nou, ik wou eigenlijk liever niet het voorstel nu op dat punt aanpassen. Maar ik denk dat het wel goed is om met de opmerking die u maakt ook eens even te kijken, hebben we hier nou het goede voorbeeld te pakken en kan dat niet beter. Dus ik neem dat ook ter harte en we zullen daar nog eens een keer kritisch naar kijken. Want het moet niet zo zijn dat dit tot verdere onduidelijkheid leidt. Want het is immers juist een voorbeeld om het tegenovergestelde te bereiken. De heer Mors zegt nog eens terecht van, ik heb een toezegging gehoord als het gaat om het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen. Nou, daar komen we op terug, dat heb ik u ook toegezegd. Dus die toezegging herhaal ik hier nog een keer graag. En dan, ondernemers betrekken, mevrouw Lagas terecht, denk ik, punt, dat u daar nog een keer de vinger bij legt. Dat moeten we doen in de evaluatie. En ik hoop ook dat die evaluatie dan laat zien dat wat wij ons voornemen ook daadwerkelijk komt. En zou dat niet zo zijn, dan heb ik er alle vertrouwen in dat u daar nogmaals op wijst dat het toch echt anders moet. En ik denk dat die evaluatie ook belangrijk is. En ik worstel een beetje met het amendement van de heer Bongers, laat ik dat ook maar zeggen. Ik heb geen overleg gehad met het college, maar ik heb het gevoel dat daar inderdaad wel gevoel van is, misschien moeten we dat maar gewoon eens doen, een jaartje om te kijken hoe dat zo is. Zonder een stemadvies te geven leggen we ons graag neer bij het besluit van de raad in deze. Voorzitter, ik denk dat ik alles wel gehad heb. Dat zullen wij controleren, meneer de portefeuillehouder. En ter voorkoming van nog een keer de Partij van de Arbeid overslaan, de heer Moerman, ik gaf u in ieder geval de gelegenheid. Mevrouw Lagas, dan de heer Mors. Kort. Heel kort toch nog even over het amendement van de heer Bongers. Als straks de gidsproportionaliteit ook daadwerkelijk ook weer wordt aangepast, dan zal dat gelden. Daar zullen wij ons als gemeente ook aan moeten houden. Ik vind het heel sympathiek en ik vind het ook dat het naar een lager bedrag moet. Maar het is in feite al geregeld in de wet. Dank u voor de bijdrage. Dan de heer Katerberg. Ik zei dan de heer Katerberg. Dan de heer Bongers. Ja, ik werk het lijstje af wat ik hier heb. Gaat u gewoon. Ja, omgekeerde volgorde. Dank u wel, voorzitter. Ik vond het voorstel wat collega Katerberg deed om één of twee keer per jaar gewoon een aantal casussen te behandelen en daar is gewoon met elkaar goed doorheen te worstelen of in ieder geval alle aspecten door te lichten. Een goed idee. Ik hoorde alleen de portefeuillehouder zeggen dat zou er dan een effectief iets moeten zijn. Mijn voorstel zou dan zijn om dat in te vullen met... Sorry? Vecht dan, college. Nee. Maar wel aan de hand van concrete gevallen, uiteraard met
behoud van allerlei andere aspecten als geheimhouding. Maar wel aan de hand van concrete gevallen en niet fictieve gevallen. Dat zou mijn voorkeur in ieder geval hebben. Wij hebben daar een commissie voor, kan ik u geruststellen. Okay. Meneer de Jonge. Ja, voorzitter, ik zal het proberen kort te houden, want ik heb op twee zaken geen antwoord gehad. Maar ik ga er maar vanuit dat daar de toezegging naar wordt gekomen die we in de commissie hebben gekregen. Namelijk dat er op zeer korte termijn, ik had al verwacht dat die er zou zijn, een brief zou komen met uitleg over hoe we omgaan met die lokale aanbestedingen. En dat er binnen de BOH gewerkt wordt aan datgene wat de Rekenkamercommissie heeft geadviseerd om wat te doen met de kennis die we van de inhuur hebben ingehuurd. Voorzitter, en dan tenslotte even inzoomende op de laatste raadsvergadering en de inspiratie en de passie van de portefeuillehouder. Daar zal ik het hem nu niet te veel moeilijk mee maken, want ik lees net in de Gelderlander dat hem in Doetinchem een leuk onderwerp tegemoet gaat komen en dat hij daar nog een brandje kan blussen. Ik begrijp dat u solliciteert naar plaatsvervangend Nestor. De portefeuillehouder, wilt u ook eer betonen of blijft u zitten? Met het grootste genoegen toon ik de gemeenteraad van Ommen altijd eer. Nou ja, volgens mij kunnen we hier wel mee verder. En ik denk, en dat meen ik oprecht, we hebben heel goed verstaan wat de raad heeft gezegd. Dus volgens mij, als het in diplomatermen is, halen we met de hakken over de sloot. Zo zie ik dat toch een beetje. U stemt ermee in. Maar u heeft allemaal wel wat uw genoegens geuit. Nou, dat trekken we ons aan. Dus dat betekent ook dat we daar volgend jaar gewoon nadrukkelijk op die manier ook op terugkomen. En dat we vanuit hier denk ik gewoon aan de slag gaan. Want ik denk nogmaals, en dat wil ik hier ook wel benadrukken, dat alle elementen wel in het stuk zitten waar we mee aan de slag kunnen. Maar alle noties die u vandaag met ons heeft gedeeld, die zullen we daar zeker bij betrekken. En ik vind ook dat we het volgend jaar in de evaluatie ook met elkaar moeten kunnen vaststellen dat we daar ook de zichtbare resultaten boeken. U dank u wel voor de beantwoording. Dan is hiermee de beraadslaging over punt 7 afgelopen. En dan hebben we een tweetal besluiten te nemen. En als eerste breng ik in stemming het amendement van LPO. Betreft geactualiseerd inkomen en aanbestedingsbeleid gemeente Ommen met het voorstel om de opdrachtwaarde voor diensten te wijzigen van 50.000 en 25.000. Ik begin voor mij links, voor u rechts. De heer Katerberg. Ik dacht dat de portefeuillehouder al toegezegd had om het gedurende een jaar te doen, die 25.000. Volgens mij is een ingediend amendement vatbaar voor besluiten, ja of nee. Dus zijn er verder vooraf nog opmerkingen, stemverklaringen niet? Dan ga ik nu over tot stemming. Het CDA. Ja. VOV. Ja. Ja, voor of tegen moet gezegd worden, maar ik begrijp dat een ieder stilzwijgend voor zegt. Dan is dit unaniem besloten. Dank u wel. Dan is het amendement hiermee unaniem aangenomen. Dan gaan we over tot het gewijzigde raadsvoorstel zelf. CDA? VOV? Ik hoor ook allemaal voorzeggen. D66, VVD, Partij van... LPO is voor. LPO is voor. ChristenUnie is ook voor. Weer unaniem voorgestemd, dank u wel. U hebt het de voorzitter niet al te moeilijk gemaakt. Dan geef ik nu weer de hamer over, die heb ik niet eens, aan de voorzitter van de raad. Dank u wel, heer Van der Moor, dat u het laatste deel van de vergadering heeft willen en kunnen voorzitten. Daarmee komen we volgens mij aan het einde van deze raadsvergadering. Wow, wat zijn we allemaal druk. Ja, maar daar ben je toch allemaal mee eens? Nee, dus een mooie poging mijnerzijds. Ik was het eigenlijk wel zat, maar nou, dat is... Goed. Ja, excuus, dames en heren. Ik zat nog een beetje met de after. Ik vrees dat de heer De Jonge me nog gaat stalken en doet van komt de brandweer nu eindelijk op tijd en dat soort leuke geintjes. Maar goed, maar als de brandweer daar net zo snel is als de NS, meneer De Jonge, nou dat belooft wat. Goed. Ik denk dat ik hier nog weer nawerk van krijg trouwens, maar dat terzijde.
Wij hebben inderdaad nog, terecht dat u daarop wijst, een beschikbaarstelling voor krediet in verband met de realisatie van de parkeervoorziening Oostzijde Centrum. En ik heb zo het vermoeden dat alle fracties daar wel over het woord wensen, maar niet allemaal, CDA niet. Korte opmerking, de heer Katerberg. Ik mag u uitnodigen. Van hier. Nou, wij constateren dat er een communicatiekalender bij zit. Dat vinden wij een hele goede zaak. Alleen, hij deugt niet helemaal, want de positie van de raad is er niet in vermeld. En van elk raadsbesluit over financiën komt er een stukje in wat vroeger het Om en Nieuws heette. Ik weet niet of dat nog zo heet. Dus graag op deze voet verder gaan bij raadsvoorstellen met een communicatiekalender. Maar de positie van de raad niet vergeten. En wij stemmen in met de kredietverlening. Dank u wel. De heer De Jonge, VOV. Nou, voorzitter, wij kunnen ons zeker vinden in het voorstel. Dat heb ik in de commissie ook al aangegeven. Maar we hebben nog wel een tweetal vragen. Dat is in de bijeenkomsten met de bewoners is de toezegging gedaan dat er gehandhaafd gaat worden. En wij zouden graag van u willen horen van uw college van op welke manier we dat gaan handhaven. Want ik heb begrepen de afgelopen tijd dat handhaven een zeer cruciaal punt is hierin om. Dus op welke wijze gaat u de handhaving, de belofte aan de bewoners nakomen? Tweede wat wij graag zouden willen is dat wanneer de aanleg plaatsvindt. En dan ga ik even luisteren wat meneer De Vries Koblest tegen mij te vertellen heeft. Of dat ook weer een soort college gaat worden, maar daar komen we dan straks even op. Mijn opmerking was geval simpelweg dat we een nieuw H-woord hebben. De heer De Jonge. En wat wij graag zouden willen is als het aangelegd wordt, dat het gecombineerd wordt met de aanlegging van, en dat moet de heer De Vries Koubles zeker deugd doen, met een hondenstrook, hondenuitlaatstrook aan de Koevoordeweg. Wij zijn voor het voorstel, voorzitter, maar we willen wel aandacht vragen voor. Want wij vinden het heel plezierig dat er parkeerplaatsen aan de randen van het centrum zijn. Maar we willen ook aandacht voor het kort parkeren in het centrum. Dank u wel. De fractie van D66, VVD niet, Partij van de Arbeid niet, LPO, de heer Remmers. Ja, toch nog even, voorzitter. Ik zal het ook zo kort mogelijk houden, maar toch. De LPO is vanaf het begin geen voorstander geweest van permanente parkeerplaatsen op genoemde locatie. De Voormars was en is onze parkeerplaats voor lang parkeren. De noodzaak is er in onze optiek ook alleen in het hoogseizoen. En dus zou het ons betreft een overloopparkeerplaats volstaan. Als we kijken welke auto's er buiten het hoogseizoen geparkeerd staan, zijn het vooral de auto's van de lokale middenstand. We vinden het daarnaast erg jammer van het zicht op de molen en het museum. Een prachtig plaatje op Ommen, wat we niet graag verpest zien door heel veel blik. Ook blijven we ons zorgen maken over eventueel sluipverkeer. Ook al wordt de maximale snelheid op de Koevoordeweg pas verderop verhoogd naar 70 km per uur, voorzien we toch grote problemen met de verkeersafwikkeling. Er is namelijk niet voorzien in afslagen. Juist op de weg die we promoten als de weg om te volgen om het centrum van verkeersdrukte te ontzien, gaan we barricaden inbouwen en aanbrengen in de vorm van opstoppingen voor de afslag naar de parkeerplaats. Juist om die reden zullen automobilisten weer eerder kiezen voor de afslag naar het centrum. Daarom roept de LPO het college op om zich te bezinnen voor te beginnen. Beperk de parkeerplaats tot overloopparkeerplaats. Leg de ingang van de parkeerplaats verder weg van de Hesselmullenbrug. En onderzoek of er een afslag te realiseren valt voor het verkeer vanaf de brug, wat dan linksaf de parkeerplaats opdraait. Want anders parkeren we straks de brug en de weg. Met het huidige voorstel voorziet de LPO veel problemen en zelfs ongelukken. En daarom zal de LPO daar niet voor kunnen stemmen. Tot zover. Dank u wel. De fractie van de ChristenUnie, de heer Wint. Voorzitter, wij kunnen hier redelijk kort over zijn, ondanks dat we het toch een beetje een structurele oplossing vinden voor een tijdelijk probleem. Of in ieder geval een seizoensgebonden probleem. Kunnen wij verder instemmen met dit voorstel. Dank u wel. Wethouder De Keurs kan denk ik ook vanaf de plek kort. Het is nog geen 11 uur, voorzitter. Maar om dat loopje naar gesprekstoelen te besparen. Meneer De Jonge, u vraagt een hondenuitlaatstrook. Dat kan ik u niet toezeggen. Omdat die niet in de planvorming zit. Dat zou aanleg vragen. Dat zou afkadering vragen. En dan is het van hoe gaan we de opruimplicht al of niet invoeren en handhaven, et cetera. Dat vind ik op dit moment te complex. Die ga ik u niet toezeggen. Handhaving. Er zijn twee vormen van handhaving. Dat is zomer-wintergebruik. Dat is op het terrein zelf. Ik
Ik denk niet dat u die bedoelt, maar dat gaan we reguleren met plantenbakken, dat we hem afzetten. Dat is winters alleen op het verharde gedeelte. En dat zijn 60 plekken. En zomers gaan die bakken weg, dan hebben we 100 plekken. En de parkeerbalans, en ook de geactualiseerde parkeerbalans, toont aan dat we in het hoogseizoen echt 95 nodig hebben. Dus leggen we er 100 aan, waarvan 2 invalide en 2 stekkerplekken. En in de winter wordt die beperkt tot 60 plekken, omdat we in de winterperiode aan de oostzijde 55 plekken tekort komen. Ik denk, meneer de Jonge, dat u doelt op handhaving aan de Hesselmoederstraat zelf. Als u bedoelt de sluifkeur, hij wordt helemaal in de heg gezet. Als dat er is, dan kan ik u geruststellen. Want ook Den Oort, de pomp, heeft gevraagd om de groene heg door te trekken. Zodat ook aan beide zijden van de strookje wat overblijft tussen de Julianenstraat en het eigenlijke parkeerterrein, waar eventueel wild parkeren zou kunnen ontstaan. En daar komt ook een heg. En als u de meest actuele tekening hebt gezien, dan kunt u een dikke groene strook zien aan de Koevoordeweg richting de Julianastraat. Om te voorkomen dat daar wild parkeren plaatsvindt. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Bent u nog een van de fracties in tweede termijn? Als dat niet het geval is, dan kunnen wij overgaan tot stemming. U wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de inrichtingsplan, parkeervoorziening Oostzijde, kennis te nemen van de... de heer Remmers. Ja, tot mijn spijt hoor ik geen enkele reactie. Dus ik vraag over de verkeersveiligheid met de afslag en dat soort zaken. Dus ik heb ook gezegd van, zoals het plan er nu ligt, zullen wij niet voor kunnen stemmen. Dus ik hoop eigenlijk op een aanpassing van het plan. Maar dat is even de vraag van, hoe ziet u die verkeersveiligheid met die afslag en dat soort zaken? Wethouder de Keurst. Op die weg, voorzitter, mag je 50 rijden. Hij is niet als zodanig ingericht. In de plannen die indicatief zijn voorgesteld, zouden we maatregelen willen nemen. Eerst visuele maatregelen om tot aan het verzorgingshuis 50 te rijden. Maar dat zijn met optische maatregelen, die waren ook benoemd. En als ik me dat goed herinner, kijk even meneer de Jonge aan, dat was €15.000 was daarvoor indicatief opgenomen. En pas daarna, dus op die manier hadden we dat willen regelen. Alleen we komen later te spreken over het uitvoeringsmaatregelenpakket ten aanzien van de verkeersvisie. Ervan uitgaande van het 50 kilometer regime geldt, denken wij dat deze oplossing de meest veilige is. Want dan heb je 2 in-uitritten en dat komt de verkeerscirculatie ten goede, is de stellige overtuiging van de verkeerskundigen. Het voorstel van... wat ook gepasseerd is, was 1 inrit, maar dat geeft opstoppingen zowel op de weg als op de parkeervoorziening zelf. Vandaar dat gekozen is voor 2 inritten. Eén poging als mag, voorzitter. Eén, twee inritten, 50, 70. Het gaat erom, we krijgen straks een eerste opstopping net over de brug linksaf de Julianenstraat in en eventueel de Vegkade op. Dan denk je, nou, dat staat vol, dus auto's rijden door. En vervolgens komen ze in de volgende opstopping naar de parkeerplaats. En ik denk dat we, als we dat als ideale vorm zien om die rondweg optimaal te benutten, dat we ten alle tijde moeten voorkomen dat daar opstoppingen ontstaan. Want die wil je nou juist, zei het een stukje verderop, naar 70 verhogen om die doorloopsnelheid, die omrijsnelheid, die tijd te verkorten. En dan gaan we op die manier gaan we daar problemen veroorzaken. Heer de Jonge. Voorzitter, even een interruptie, want de vraag aan de LPO-fractie is of zij een abonnement hebben om daar de aanpassingen in te voegen. Dan ben ik er heel geïnteresseerd in of wij daarin mee kunnen gaan. Heer Remmers. Die heb ik niet veranderd, dus dan zal ik even moeten schorsen om dat heel snel op te stellen. Hecht u nog aan de antwoord van de wethouder? Met alle plezier. Wethouder de Keurst. Voorzitter, in de planvorming zoals die ook verbeeld is in een luchtfoto, dat is volgens de verkeersdeskundigen de meest optimale vorm om een goede verkeersafwikkeling zowel op het terrein zelf als op de weg te garanderen. Wij voorzien hier geen enkele problemen, zeker niet wanneer we onze wegwijzering, en dat merkte de heer De Jonge ook al op ten aanzien van de verkeersvisie, wanneer wij onze bewegwijzering op orde hebben, zodat heel duidelijk is van welke kant je ook komt, waar de parkeerplaatsen, de grote langdurige parkeerplekken, west, noord en oost zich bevinden. Wij verwachten daar dan geen problemen.
Toch nog één keer, voorzitter. Want op het moment dat verkeer over de brug komt en naar die parkeerplaats wil, wat we keurig aanwijzen met onze wegwijzering van u kunt aan de oostzijde daar 100 plekken, kunt u prima parkeren. Vervolgens zien we vanaf de andere kant, de rondweg, ja, zien wij één grote verkeersstroom naar de brug toe. Want dat is wat wij willen. Wij willen dat al die auto's met caravans niet door het centrum gaan, maar juist die koe voor de weg gaan rijden. Dus dat is één lange stroom richting de brug. Dus al het verkeer wat over de brug komt en naar die parkeerplaats toe wil, zal moeten wachten totdat daar een gaatje komt om een auto erheen te kunnen steken. En al die tijd staat alles daarachter, begint op te stoppen. Dus ja, ik waardeer uw optimisme, maar ik deel hem niet. Maar volgens mij bent u op dit punt gewoon niet met elkaar eens. Dus dan is inderdaad wel de vraag van de heer De Jonge of u dat zou willen amenderen. Waarbij denk ik wel geldt in alle eerlijkheid dat wat ingewikkeld is om hier ter plekke nu met een amendement te komen over de inrichting van dit plan. Maar goed, alles kan. Dat ligt een beetje aan de heer Remmers. Of wil hij het laten bij de gemaakte opmerking? In de verwachting dat de meerderheid voor het voorstel is. Nou ja, dat zou ik eerst kunnen polsen. Maar het blijft, want terecht, ik bedoel, als het in juni in de uitvoeringsplannen naar voren zou komen, dan zou ik daarop kunnen wachten. Alleen, er zit nu al een krediet en dan is het al uitgevoerd. Dus die tijd krijg ik niet, dus dan zal ik me nu moeten nemen. Maar met alle plezier wil ik eerst polsen of op basis van mijn argumentatie daar een meerderheid voor te vormen is. Want anders dan vind ik het ook zonde van onze tijd, van ons allemaal. Ja, dus voor mij is het punt van de LPO-fractie helder, hè, waar het bezwaar zit of de verwachte kritiek. Dus de vraag is, zou het zo zijn dat wanneer de heer Bongers met een amendement komt om de inrichting anders te doen, dat u daarmee kunt instemmen? Als dat niet zo is, dan denk ik dat de heer Bongers ons de tijd en moeite bespaart, want dan wil hij wel de opmerking gemaakt hebben en genotuleerd. Dus kijk even, CDA, zou u met zo'n motie amendement in kunnen stemmen, de heer Katerberg? Wij vinden de beantwoording van de wethouder voldoende. Dank u. De heer De Jonge, VVV. Ja, wij zitten een beetje in een dilemma, want wij zouden best met zo'n amendement in kunnen stemmen, want wij zien ook wel het probleem. Maar dan heb ik de vraag, misschien kan de wethouder die beantwoorden, van of het mogelijk is dit mee te nemen in de uitvoeringsplan van de verkeersvisie. Het uitvoeringsprogramma, want daar staat een stukje in over de koe voor de weg. Het opwaarderen en aanpassing van of daar dan de mogelijkheid in zit. Kort even, wethouder De Keurs. Als ik me dat heel goed herinner, dan moet ik heel diep graven, dat in de motivatie ten aanzien van het uitvoeringsprogramma stond, de additionele beantwoording, dat die 15.000 euro niet waren voor aanpassing van de koe voor de weg ten aanzien van verbreden, versmallen en andere inritconstructies. Volgens mij heb ik hem zo scherp, dus dat zit daar niet in. Dat zou dan extra financiële middelen vragen om het nadien bij het uitvoeringsprogramma aan te passen. Die 15.000 euro die waren voor onderzoek ten aanzien van milieu verderop, voorbij Oldenhagen. Dat moest onderzocht worden en voor een aantal optische aanpassingen. Maar meer zat daar niet in dat budget. Oké, antwoord is duidelijk. De heer De Vries Robles. Het mogelijke nee. VVD niet. Partij van de Arbeid niet. ChristenUnie weer wint. Ja, voorzitter, wij willen daar wel even op reageren. Wij zien niet zozeer in de verkeersstromen een probleem liggen met in- en uitvoegend verkeer daar. Als we dat even een beetje, wat ik dan een beetje beeld wat ik erbij heb, is hetzelfde als zeg maar aan de voormars. Als ik zie hoeveel verkeer op en af de lang parkeerplaats daar gaat, dan denk ik dat reuze mee zal gaan vallen. Maar goed, dat is ons idee. Ik begrijp in ieder geval dat daar geen meerderheid voor is. Dus dan denk ik dat de heer Remmers omwille van de tijd het bij het gemaakte punt laat. Dan zal ik het later bij een stemverklaring doen. Precies. Goed, dan gaan we over tot stemming. Ik zal u besparen om het nog een keer voor te lezen. Wil iemand een stemverklaring doen, de heer Remmers? Verrassend, in herhaling. Gezien het feit dat er in de plannen niet is voorzien in een afslag linksaf vanaf de brug, zoals ik het net geformuleerd heb, voorzien wij problemen en zo kunnen wij niet instemmen met het plan zoals het er nu ligt. Andere met stemverklaring, de heer De Jonge, VOV. Voorzitter, wij gaan er wel mee instemmen, ondanks we wel het probleem zien. En wij gaan ons beraden om te kijken of we bij het uitvoeringsprogramma daar iets aan kunnen leveren. Kort, dan breng ik het voorstel in stemming. Wie is voor het voorstel? De fractie CDA, VOV, D66, VVD, Partij van de Arbeid en de ChristenUnie. Tegen LPO, dan is het voorstel aangenomen. Ja, dat was de laatste keer. Dames en heren, het is bijna 11 uur, dus we komen tot een afronding van de vergadering.
Ik dank u ook weer vanavond voor de plezierige manier waarop we deze vergadering met elkaar hebben kunnen doorbrengen, waarbij er ruimte was voor discussie en argumentatie. En ik denk dat we tot goede besluitvorming zijn gekomen. Een verdere speech heb ik niet voorbereid, omdat ik op 12 mei nog een afscheid van u heb. En dan een uitsmijter. Dus dan komen we er al wat uitgebreider op terug. En bovendien hebben we ook nog een commissievergadering voor die tijd. De fractievoorzitters nodig ik nog graag uit voor een kort overleg, zoals vanmiddag ook door de griffier is aangekondigd. Maar dat kan kort, dus dan kunnen we ook nog een borrel met elkaar drinken. Dank u wel.